Goedenavond. Goedenavond. Dat wordt goede avond in het Roermonds, in het Remuns. Mijn naam is Petra Stine, een Remuns meertje. Ik ga deze avond presenteren. Hoe ga ik mezelf nu benoemen? Maar ik heb bijna een soort van reisleidstergevoel. Van een avond door, voor, over Limburgse literatuur. Over de plek in de Limburgse literatuur. Limburg als plek in de literatuur. Met geweldige sprekers. Met hele leuke panelisten. Met een boek dat centraal staat. Liliane, wil je het even omhoog houden? Dit is volgens de Nederlandse politie waarschijnlijk een wapen. Want die 700 zoveel pagina's, daar kan je behoorlijk gevaarlijke dingen mee doen. Voordat ik de eerste spreker ga aankondigen, ben ik altijd heel erg benieuwd wie zit er hier in de zaal. En als ik zeg, van mijn mam heb ik Limburgs geleerd. Wie heeft Limburgs als moedertaal? Ja? Oh mijn god, daar gaan we. Oké, ik heb een verzoek. Want ik zie gewoon dat hier heel veel mensen in de zaal zitten die het echt beter weten dan ik. En daar hebben Limburgers helemaal de neiging toe om mensen te verbeteren, toch, Liliane? Dus dat het in het Engels heet dat mansplaining. Dus mannen die het nog een keertje uitleggen. Dat mag, maar dan mogen jullie allemaal dadelijk een drankje aan ons geven. Oké, dan hebben we dat even afgesproken. Oké, wie heeft van haar, zijn of alles daartussen, want kijk naar de uitspraak in Remond, dat mag tegenwoordig ook, alles daartussen. Van haar, zijn of alles daartussen, vader, moeder of alles daartussen, Limburgs, Maastrichts, Remonds of alles tussen, Mook en doe ik het nu goed? Ja? Wie voelt het, laat ik het anders zeggen, wie voelt het hart opengaan als die Limburgs hoort? Mag ik het zo zeggen? Oh, dat is de hele zaal, dat gaat heel goed. Ik heb nog twee vragen, dus ik wil nog even jullie aandacht. Want we gaan het vanavond ook over de geschiedenis van de Limburgse literatuur hebben. Zijn er hier mensen in de zaal die zeggen, ja, Limburgse literatuur, daar weet ik alles van, daar schrijf ik over. Ik ben een Limburgse schrijver, ik schrijf over Limburg. Want wie voelt zich zeg maar in de literaire wereld Limburgs, Nederlands betrokken bij? Ja, die zit hier op de eerste rij. Dan hebben we toch... Oh, ja. Als je er niet over schrijft, mag het ook. Maar ik bedoel wel eigenlijk iemand die erover schrijft. Ja, en zit er iemand achterin? Maar die meneer die wil zelf niet bekend worden. Waarom? Wie is hij? Staat in het boek. Staat in het boek. Oh. Ja. Dames en heren, toen ik deze avond aan het voorbereiden was, moest ik denken aan het boek, het Limburgs kanon, het kanon van Limburg. En daar staat een verhaal in dat mij altijd is bijgebleven van Dirk Koenjaerts. Kennen jullie dat verhaal? Dat is een man die in het eind van de 18e eeuw in Sibbe woonde. Dat moet ik even uit... Sib? Sub? Kijk, dit bedoel ik. Oh, ik ga helemaal dronken naar huis vanavond. Voel je het? Sub. Welkom, kom binnen. We hebben het over Dirk Koenjaerts, die in Sub woonde. Ja, we gaan straks uitzoeken waar het ligt. De stemming zit er echt al goed in, hè? Die meneer Dirk Koenjaerts, waarom vond ik die zo interessant toen ik het las? Want hij heeft zijn hele leven het dorp niet verlaten en heeft toch in volgorde de volgende nationaliteiten gehad. Hij heeft onder de keizer van Oostenrijk gewoond. Hij is staatsonderdaan geweest van het verdrag van Fontainebleau. Daarna is hij onder de Franse Republiek gekomen. Daarna gezamenlijk Nederland Willem I. Toen is hij nog even Belg geweest. En daarna in 1839 nog Nederlander. 6 nationaliteiten, nooit verhuisd, nooit zijn dorp uit geweest. Toen wij het voorbespraken, toen zeiden sommige mensen, we willen heel graag dat we Limburg ook zien voor wat die provincie is. Een van de provincie met de langste grens van Nederland. Een provincie waar men over de grenzen heen kijken leert. Nou, deze meneer Utsup, die deed dat avant la lettre. En dat is misschien wel een mooi haakje voor deze avond.
Wat gaan we vanavond allemaal doen? Ik heb al een voorproefje genomen. We gaan het hebben over literatuur. We gaan het hebben over de plek in de literatuur. Ik ben ook heel benieuwd naar de plek in het hart van Abdelkader sinds hij in die heuvels heeft gerend. Dat zag ik laatst op Facebook. We gaan het ook hebben over, is het nou Limburgse literatuur als het in het Limburgs wordt geschreven, of is het literatuur door Limburgers? We gaan het over identiteit hebben. En ik moet ook alvast mensen bedanken. Het Limburgs Geschied- en Oudkundig Genootschap en het Meertens Instituut hebben bijgedragen aan deze avond. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Ja, ik heb allemaal instructies gekregen. Dat is allemaal dankzij Ben en Lou volgens mij. Dat Sophie, waar zit je Sophie? Allemaal instructies gekregen wat ik allemaal moet vertellen over Limburg. Nou, dat komt vanzelf aan het woord. We hebben vandaag hele bijzondere gasten. Die ga ik lekker nog niet aan jullie voorstellen. Want we gaan het woord geven aan Lou Spronk en Ben van Melik, die samen met Wiel Kusters het boek De Geschiedenis van de Literatuur in Limburg geredigeerd hebben. Dat is dat enorme boekwerk daar van 700 plus pagina's. En ik zou even kijken, wie mag ik als eerste het woord geven? Mag ik een warm applaus voor Lou Spronk, die ons gaat vertellen over de geschiedenis van Limburgse literatuur. Dames en heren, goed te verstaan zo. Waarom, dat is de vraag, is die GLL, want zo noemen we dat boek, Geschiedenis van de Literatuur in Limburg, voortaan maar. Waarom is dat zo bijzonder? En dat wil ik graag uiteenzetten. De Geschiedenis van de Literatuur in Limburg, die verscheen, zoals u weet, in oktober 2016, dus al anderhalf jaar geleden. Vormgegeven door Piet Gerards en Maud van Rossum. En uitgegeven door Van Tilt met het LGOG samen. In dit boekwerk wordt geregistreerd wat er op literair gebied tussen 900 en nu te beleven viel in het Maasland tussen Luik en Nijmegen. Meer speciaal op het grondgebied dat vanaf 1839 de provincie Nederlands Limburg heet. De literatuur van deze regio is veeltalig. Het gaat om werken in het Nederlands, Latijn, Frans, Duits en de streektaal. Over geen andere regio in het Nederlandse taalgebied is een vergelijkbare literatuurhistorie te schrijven. Het literaire terrein in dat grote boek is heel breed. Niet enkel het esthetische criterium telt. Van primair belang is het cultuursociologisch criterium, de betekenis van het werk voor het publiek, de invloed daarvan op de cultuur en hoe de cultuur zich weer manifesteert in het werk. In principe is er in de GLL plaats voor elk literair genre. Gedichten, historieliederen, kronieken, dagboeken, geschiedwerken, toneelstukken, geestelijke traktaten, vrome meditaties, romans, brieven, redenvoeringen, kinderboeken, songs, columns enzovoorts, enzovoorts. Vanuit het Westen gezien wordt de streek waar het over gaat aangeduid als de landen van Overmaas. De politieke machthebbers zijn tot aan de Franse tijd, dus tot 1800 ongeveer, divers en wisselend. Er zijn Staatse, Spaans-Oostenrijkse, Luikse, Gulikse en Gelderse gebieden. En daartussen bevinden zich dan nog de nodige rijksheerlijkheden. Alleen godsdienstig vormt het gebied een eenheid. De inwoners zijn voor het grootste deel katholiek. Protestanten en Joden vormen kleine minderheden. Tussen 600 en 1300 is het Maasland cultureel en economisch een bloeiende regio. Met de dichter Hendrik van Velke begint omstreeks 1170 in Maastricht de Nederlandse literatuur. Het gulden schrijn van Sint-Servaas, de zogenaamde noodkist, dateert uit diezelfde tijd. Tijdens de zevenjaarlijkse heiligdomsvaart, juist deze week, wordt dat schrijn in een plechtige stoet door de stad gedragen. Maar in de 12e eeuw lag Maastricht in het hart van Europa. Aan enere gemeendere straten, als dat ook nog geprojecteerd kan worden, van Engeland zie je, van aan een gemeene straten, door het grote publiek, iedereen gebruikt de straat van Engeland tot in Hongarije. Voor Keulen, voor moet je zien van Keulen tot Tongeren. En al zo gelijk, van Saksen tot in Frankrijk. En dan, dat waren de landwegen, en dan met schepen die daar splegen tot Denemarken en Noorwegen. Die wegen verzamelen zich al daar. Nou, dat kun je van Maastricht misschien
niet meer zeggen. En dat komt natuurlijk door wat er allemaal gebeurd is. Na 1300 wordt het Maasland politiek en cultureel overvleugeld door Brabant en Vlaanderen, later door Holland. Dan geraakt het Limburgse grondgebied in de periferie. Het Maasland loopt niet meer voorop, maar volgt het leven van de cultuurcentra elders. Wel spelen verschillende Maaslanders een rol in de literaire wereld van de humanisten, de wereld van het Latijn. Ik noem Matthäus Herbenus uit Maastricht, Johannes Normelius uit Roermond, Jacob Gritsraat uit Gangelt bij Sittard, Godefridus Hensenius uit Venray, Eritius Putianus uit Venlo. Die Eritius Putianus, Eritius Honorius van den Bron, want een put is ook een bron, die heet gewoon Erik de Put. Wij zouden nu zeggen Erik van der Putten. Goed, dat was een man die na een 10-jarig verblijf in Italië in 1606 met zijn Italiaanse vrouw naar Leuven ging. En daar ging hij heen om Justus Lipsius op te volgen aan de universiteit. Hooft, hier wel bekend, noemde hem de Brabantse zonne. Putianus heeft duizenden brieven geschreven, vooral in het Latijn. Maar ook een bundel Nederlandse epigrammen. Met die puntige kwatrijnen verdient hij een plaats naast Huygens en Staring. Daar komt hij. Klein en groot zijn vier regelen geschreven. Hier klein, daar groot. Hier zorg, waar zit die zorg nou? Klein of groot? Daar rust. Dat blijkt uit de volgende regel. Hoe groter, goed. Hoe kleiner lust. Hoe rijker je bent, hoe minder plezier je hebt. Die groot in kleinheid wezen wil, in grootheid houdt hem klein en stil. Even een doordenkertje. Volgende is, ook een kwatrijn, dat is meer om te lachen. Snorken. Kennen we in twee betekenissen. Snurken en snorken, pochen. Het snorken is dag-nacht geraas. Een pof getier. Een dwaas geblaas. Bij nacht en dag altijd veracht. Maar meer bij dag als wel bij nacht. Een pocher is lelijker dan een snurker. Dat zijn van die, en zo honderden. En dan denk je, dat we die niet kennen. Maar dat is, ik moet zeggen, een van de weinige parels die we hebben opgedoken uit die eeuw. Tijdens de regering van Louis XIV, Louis XIV, eind 17e eeuw, kwam het Frans op als langue universelle. Het werd de taal van de culturele elite en zou dit blijven tot ver in de 19e eeuw. Intussen bleef het in het Maasland het Nederlands wel de taal van de kerk en van de school. Het werd gebruikt voor de preek van de pastoor en in de les van de onderwijzer, door ambachtslieden voor hun rekeningen en in de akten van de notaris. Maar door het gewone volk werd het nauwelijks gesproken. Dat gebruikte het dialect als taal voor het dagelijks verkeer. Die taalsituatie tekent zich ook af in het werk van de auteur Theodor Weustenraad. Hij werd in 1805 in Maastricht geboren, toen hoofdstad van het Franse Département de la Meuse Inférieure, van de Nedermaas. Na Waterloo, de val van Napoleon, werd Maastricht hoofdstad van de grote provincie Limburg onder koning Willem I. Groot, Belgisch Limburg er een beetje bij, zal ik maar zeggen. Weustenraad volgde in Maastricht het Atheneum en ging daarna rechten studeren in Luik. Hier inspireerde hem de Amsterdammer Johannes Kinker, die er Nederlandse taal en letterkunde doseerde. En met enig succes vrocht ook Weustenraad vaderlandse verzen. Maar terug in Maastricht bekoelde zijn liefde voor de landtaal en voor Willem I. In 1830 nam hij de wijk naar het jonge België, waar hij als journalist en dichter ging werken aan de creatie van een Belgische identiteit. Nog maar zelden schreef hij Nederlands. Dat bleef voor hem een wat onnatuurlijke, aangeleerde taal. Frans was de taal waarin hij zich dagelijks bewoog. En toch, in zijn vrije uren jongleerde hij met de taal die hem lief was. De taal van zijn hart, het Maastrichts dialect. Toen hij in 1849 plotseling aan de cholera overleed,
lag er op zijn bureau een onvoltooid epos van 2000 versregels, met de nodige vrijmoedige passages. Pas 80 jaar later, u weet nu wat de oorzaak is, werd het voor het eerst gedrukt. Ik citeer enkele regels die volgen op een fragment waarin Weusstra droomt van een leven zonder geldzorgen, van luxueus genot in een Arcadisch landschap. En kwam ich slevenier dan holen, wel, ich ontvong hem kort en goed. En sloog me schuilboek voor hem open, met een gerus en keul gemoot. Zo eindigde zich dan mijn leven, op de bestemde klokkenslaag, wie een schoene zeutenavond na een schoene wermendaag. Wie het gezang van een vogel die in een beter nest verwacht, stil uit de bos die zich ontblaaiert wegvlug bij het vallen van de nacht. In 1839 werd de grote provincie Limburg van Willem I definitief verdeeld in een Belgisch en Nederlands deel. Van toen af was er geen discussie meer mogelijk over de grenzen van het gebied waarvan de literatuur in de GLL behandeld wordt. Limburg, deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat was accepteren en wennen. Maar in 1869 ging in Heerlen de Duitsstalige courier, Limburger courier, dan toch over op het Nederlands. En eind 1892 sloot in Maastricht de Franstalige courier de la Meuse zijn burelen. Het waren tekenen dat de staatsgrens zijn werk deed. Het Duits verdween geleidelijk uit het oostelijk deel van de provincie en de invloed van het Frans op de cultuur van de burgerij werd geminimaliseerd. De Nederlandse literatuur kon zich van toen af onbetwist en vrij ontplooien. In 1900 waren de Limburgers Nederlanders geworden. Maar was dat winst of verlies? Winst of verlies voor wie? Laten we de literatuur voor zichzelf spreken. We maken een sprong in de tijd. Ik wil u zo meteen een gedicht voorlezen. U ziet het hier achter mij geprojecteerd. Het is geschreven in 1961 door de dichterschrijver-vertaler P.H. Winkels. 1942 tot 1977 leefde hij, jong gestorven dus. De titel is Hiroshima. De rebelse student klassieke talen H. Winkels was 19 jaar toen hij het schreef en net vertrokken uit Hoensbroek, hartje Oude Mijnstreek, met een hoofd berstens vol taal en gedichten naar Nijmegen, waar toendertijd nog de fine fleur van de Limburgse gymnasiasten studeerde. Hiroshima schreef hij op verzoek voor het kernbewapeningsnummer van het NUP, het Nijmeegs Universiteitsblad. Het is een verbeelding van de explosie boven Hiroshima, een verbeelding die een maanteken wil zijn voor een nieuwe atoomoorlog die dreigt in die tijd. Begin jaren 60 is een dieptepunt, namelijk in de Koude Oorlog. Proeven met atoom- en waterstofbommen domineren het nieuws. Je kunt dit gedicht lezen als een protestsong op papier. Qua thematiek, aanpak en stijl vergelijkbaar met A Hard Rain Is Gonna Fall van Bob Dylan. Het past daarmee in de protestsong-traditie. Dylans lied dateert uit 1963. H. Winkels schreef zijn gedicht in 1961. In de Nederlandse literatuur is H. Winkels daarmee een uniek sign of the time. Een teken dat in 2018 niets aan betekenis en zeggingskracht heeft ingeboet, zelfs actuele relevantie heeft. Maar de Nijmeegse gevestigde orde was er compleet van ondersteboven. Obscene vuilschrijverij, pornografie, een provocatie, dat was het. Maar het werd gelezen en becommentarieerd. Ook door literaire critici die spraken van overtrokken weergaven van de werkelijkheid
extravagantie, hapsnap aanpak, gebrek aan maat, gebrek aan eenheid. Niemand zag bijvoorbeeld de originele wijze waarop de barokke beeldtaal van de 50ers was ingebed in de taal van 60. Kortom, men bevond het onvoldragen poëzie. Maar dat wilde dit gedicht ook zijn, dit vers uit de contra-traditie. Hiroshima wil provoceren, ongehoorzaam zijn. Het zit vol storende signalen. Het wil namelijk iets bewerkstelligen. Het is een activistisch vers, ook in zijn verzet tegen zichzelf. De haperende eenheid van stijl en registers, de provocerende beelden zijn bewust aangewende stijlmiddelen om de lezer te raken, te irriteren, aan te halen, af te stoten. In deze enscenering van een gruwelijke metamorfose, in deze hybride van levenslust en wanhoop, roept de dichter willens en wetens schoonheid op om die daarna te kunnen vernietigen. Daarmee maakt hij de lezer mede schuldig, die moet namelijk wel iets doen. Genoeg inleidend palaver, oordeelt u zelf. Ik lees het u voor. Hiroshima. De Japanners, omme-san, hebben, wat men niet zou denken, ook vrouwen, kind en meisjes waar ze, zij het op Japanse wijze, ook van houden, grote oom. Pearl Harbor, Iwo Jima, Ka Doorman. Maar zij had kolkjes van oren waar ze mee alleen muziek had willen horen, dansend op de wolken en zuigend aan de zon, met haar lippen als het geheime taalgebruik van bestofte frambozen en stukgebeten kersen. Haar tanden de korte poten van een schimmel in de trage stralen van de schemer. Haar borsten deinden op de worteltjes rode stralen van de ondergaande hobo-spelende tom voor haar ogen. Slechts hinkende stem en kleurende wangen, een duizeling die de sterren onttroont, haar benen blank als paling zonder vel en ertussen slechts een woedende sneeuwstorm en het hoofd van de struikelende minnaar, de hortende tong van het verlangen, een duizelend smelten en knakken en weten. Dit zeggen die verlangde. En ertussen een stipje met een fijne tekenpen op helder blauw. En dan bedorven onder puin vol lijken en bloed de pijn. De hagedis die met scheermescherpe tong bloed uit haar tepels sneed, gloeiende naalden in haar ogen stak, haar haar afrukte. Ze zocht haar hand, die toch zo'n pijn deed, maar er niet meer was. Haar blik was van trompetkreten, haar borsten waren vette globes geworden, tussen haar benen een spons etter en bloed, pijn zweten in het zweet, tussen haar vraagteken denkbrauwen, boven een idiote grijns zonder tanden, boven klauwgekromde handen, haar buik een kleffe mossel. En hij, die voor haar gezongen had, moest wel kijken toen hij haar zag. Hij had geen oogleden meer. Ook de Japanners, grote oom, waren, zei het op Japanse wijze, mensen met meisjes en monden, met gedachten en gevoelens. Isn't it? Een minnaar bezingt zijn geliefde, een feest van leven, maar in plaats van het hoogtepunt, de bom. De kleine dood krijgt monsterlijke afmetingen. Vervuiling wordt vervulling, wordt destructie, een liefdespaar ontmenselijkt. En de oorzaak is aanwijsbaar. De bom. Een stipje op helder blauw. Dit hooglied, dat onder je ogen explodeert in een hels tafereel van Jeroen Bos, verdient het een klassieker te worden in de Nederlandse literatuur. Niet alleen om literaire historische redenen en het tijdeloze engagement, maar ook omdat het is volgeladen met beelden en betekenissen
die bij close reading een schat aan leesmogelijkheden bieden en die tegelijkertijd direct verstaanbaar zijn. Ik dank u voor uw aandacht. Dank je wel. Ik moet toch eens kijken of we onze invloed bij de minister van OCMW kunnen aanwenden, Liliane, om dit in het curriculum opgenomen te krijgen. Dan is het meteen een mooi resultaat van deze avond. Dankjewel, ik ben er helemaal stil van. Inderdaad een hooglied. Ja, ik kondig graag de volgende spreker aan. Ben je Europeaan avant les lettres als je in Limburg opgroeit? Ik kan het me nog herinneren dat we door grenspaaltjes of langs grenspaaltjes moesten toen ik opgroeide. Als we naar Maaseik gingen of naar Heinsburg om te shoppen. Einkaufen doen in Heinsburg dan. Hè? De hoogleraar Europese studies hier aan de UvA. Een warm applaus voor Joep Leersen. Dankjewel. Waarom een literatuurgeschiedenis van Limburg en waarom die hier in Amsterdam presenteren. Is dat omdat Limburgers iets met Limburg hebben? Dat is zo voor de hand liggend dat je daar geen enkele trots of is het omdat Limburg een kuil is waar je snikkend in kunt vallen? Een donker heukske, tralalala, een lekker schurkend gevoel. Dat is toch gênant als je dat in Amsterdam komt vertellen. Er zijn andere redenen. En ik wil eigenlijk met die grenspaaltjes beginnen, waar Petra het over had. Ik wil twee plekken memoreren. Eén tussen Maastricht en Luik en één in Brussel. Tussen Maastricht en Luik, toen ik opgroeide op St. Pieter, lag de stop van Tanaaien. Die verkeerswegen die in Maastricht samenkwamen, die waren toch wel in een boel grenzen verstrengeld geraakt. Er waren geologische grenzen tussen de Ardennen en het Maasdal, taalgrenzen tussen het Frans en het Nederlands, landsgrenzen tussen België en Nederland en provinciegrenzen tussen Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en Luik. Dat wrong allemaal en dat kwam allemaal samen in de beruchte stop van Tanaaien. Voor de binnenscheepvaart berucht, want er waren sluizen waar je soms dagen, weken lag te wachten voor je doorheen mocht. En dat Ternaaien, dat was dus een plek, dat was helemaal niks. Dat is wat ze tegenwoordig een non-lieu noemen. Een plek die eigenlijk alleen maar een tussenplaats is, een tussenruimte. En dat lag tussen de Maas en de Sint-Pietersberg. En daarachter lag dan die Sint-Pietersberg was uitgehold door de Ensie, die alles aan het afgraven was. Het was postindustrieel, het was vuil en goor. Mijn vader moest daar vaak naartoe, want die werkte bij de belasting en had iets met invoerrechten en accijnzen. En die zat dus vaak bij die grenspost daar en die nam mij dan wel eens mee. En dan kwamen wij langs twee bordelen. Want dat krijg je dan, net zoals bij die vervoersplekken. En ik wist niet wat dat was, ik was een jongetje van 10. Maar papa zei dat waren cafés van messentrekkers. En dus een totale gore plek van niks, een letterlijke plek van niks. En het ene bordeel heette Wees Welkom. En dat verkeerde op voet van oorlog met het andere bordeel en dat heette Bij Ons. En voor mij is dus Limburg altijd een soort Wees Welkom bij Ons geweest, maar waar je dus wel van moet weten wat de subtext daarvan is. Goed. Wat maakt dat nou zo spannend? Die grenzen, dat is eigenlijk waar het om draait. Mensen die ver van grenzen afwonen, weten eigenlijk niet hoe de wereld eruit ziet. De echte wereld is een krakelee van grenzen. En alleen in kleine ivoren torentjes zoals Amsterdam zit je op meer dan 100 kilometer afstand van de meest dichtstbijzijnde grens. En zit je in een monoglot taalgebied. En dan ga je in monoglotte, centraal gelegen, introspectieve universiteiten zoals de UvA of Utrecht of Leiden literatuurgeschiedenissen van de Nederlandse literatuur schrijven. En dan heb je een literatuurgeschiedenis zonder grenzen, omdat je gewoon geen periferie in je blikveld hebt. Ik vond heel ironisch dat de grote taalunie-geschiedenis van de Nederlandse literatuur zoveel delen afkwam op het moment dat Ben en Lou bezig waren om van onderuit een heel andere, vanuit de grenzen geschreven kijk. Vanuit dat krakelee, dat web, dat spinnenweb van grenzen, een Wees Welkom Bij Ons-achtige literatuur te maken. Wat win je daarbij en wat verlies je daarbij? Eigenlijk is het belangrijkste van dit initiatief de ontoereikendheid van wat we tegenwoordig methodologisch nationalisme noemen in de wetenschap. De gedachte dat als je iets beschrijft dat zich in een land afspeelt, dat je dan eigenlijk dat ding goed kunt beschrijven door gewoon de oorzaken en gevolgen binnen dat land te bekijken. Dat is alsof je
paddenstoelen in een bos in kaart wil brengen door gewoon naar al die afzonderlijke paddenstoelen te kijken. En dan maak je een geschiedenis van de paddenstoelen van het bos. En je hebt nog nooit gehoord van mycelium, al die draadjes die onder de grond doorlopen en die al die paddenstoelen tot één organisme verweven. En al die onzichtbare sporen in de lucht, die betekenen dat een paddenstoel nooit op dezelfde plek blijft, maar zich voortplant. Net zoals cultuur zich voortplant door van mond tot mond, van bladzijde tot oog tot pen te gaan. Alleen in een communicatieve draaikolk kan blijven leven en als je stilvalt is het dood. Dus die voortplanting, die verspreiding, die moet durven grensoverschrijdend te kijken. Die processen van voortplanting zijn nooit gebonden aan één cultuur. Wat is überhaupt één cultuur? Wat is Nederlandse taal? Wat is het Nederlandse taalgebied? Leg het eens aan een buitenlander uit. Het Nederlandse taalgebied heeft één Nobelprijswinnaar in de literatuur voortgebracht. En hij schreef in het Frans en hij kwam uit Gent, Maurice Maeterlinck. Maar dat zien wij dan niet als wij in Amsterdam een geschiedenis van de Nederlandse literatuur schrijven. En ik kom nu naar mijn andere monument. Ik ga naar de grootste stad van het Nederlandse taalgebied. En dat is een tweetalige stad, Brussel. En daar staat een monument voor, ja, als je nou een ouderwetse literatuurhistoricus was, dan zou je zeggen een monument voor de belichaming van het Vlaamse karakter. En het zuidelijke Bourgondische Nederlands. Tijluilenspiegel. Wat kan er meer etnisch in ons DNA zitten, althans als je van onder de rivieren komt, dan die levenslustige trickster en die vrijbuiter. En naast hem zijn geliefde Nele, die weelderige meid. Das Fleisch das steeds bejaht, zou je kunnen zeggen, in tegenstelling tot der Geist das steeds verneint. En daar staan in dat tweetalige Brussel een monumentje voor. En mensen moeten dan beseffen, ja, het is een beetje gênant, maar de avonturen van Tijl Uilenspiegel en Nele zijn geschreven in het Frans. Door Charles de Koster, die wel een Nederlands klinkende naam had, maar gewoon een Franstalig auteur was. En de stijl van Les Aventures Joyeuses de bla bla bla, weet ik, een hele lange titel, die is duidelijk ontleend aan de Conte Drolatique van Honoré de Balzac en is Rabelaisiaans en is dus volstrekt in een Franse traditie. Er staat een monument voor Charles de Koster, voor Tijl Uilenspiegel en voor Nele in Elsene, Ixelles, voorstad van Brussel. Je ziet Tijl, Nele en een klein medaillonnetje met het profiel van Charles de Koster. En wat ik zo ontroerend vind aan dat monument, afgezien van het feit dat het ons opnieuw met de neus drukt, dat als je echt cosmopolitisch wordt en groots, dan moet je die verschillende samenvloeiende culturen en aanpalende talen mee verdisconteren, dat is dat Nele is gebaseerd op een echt iemand, op een model, een beeldhouwersmodel. En we weten wie het was. Het was een meisje dat geboren was in Buggenum, in Midden-Limburg. In de late tweede helft van de 19e eeuw. Haar vader was straatarm. Werd, zoals veel straatarme mensen, migrant. Trok naar de grote stad om werk te zoeken. Wat voor hem eigenlijk buitenland was, Amsterdam. Want Limburg was nog een hertogdom toen dat speelde. Hij raakte in Amsterdam nog veel meer aan lager wal. De dochter werd gedwongen zich te prostitueren om de familie aan onderhoud te helpen. En zij klom zich vanuit dat zwarte gat op. Zij werd kunstenaarsmodel. Beeldhouwersmodel, raakte in de Belgische scene van het fin de siècle, de Belle Époque van België. Nooit is er een mooiere Belle Époque geweest dan het fin de siècle in België. Kwam zij in een soort bohemien avant-garde, symbolistische. En ze trouwde een van de artiesten daar, een beeldhouwer, de man die het beeld van Charles de Koster heeft gemaakt. En zij is vereeuwigd als Nele. Ze heette zelf ook zo. Zij was Neel Dof. En wat we in Amsterdam van haar weten is dat Paul Verhoeven een platte Tieten-Kont-film aan haar leven heeft gewijd, Keetje Tippel. En wat veel mensen niet weten is dat dat gebaseerd is op een boek dat zij in Brussel heeft geschreven. Want ze heeft toen leren lezen en schrijven. En ze schreef over haar jeugd, over haar ervaringen, een op Zola-achtig naturalisme geïnspireerd semi-fictioneel boekwerk, Jour de famine et de détresse. En dat heeft serieus meegedongen naar de Prix Goncourt. En zij is een geziene schrijfster geworden en heeft aan het eind van haar leven in Genk, vlakbij Buggenum, maar aan de andere kant van de grens, een kunstenaarskolonie gesticht. Het nut van Limburg is dat wij de volledige cirkel van het leven van Neel Dof niet in beeld krijgen als we alleen naar de films van Paul Verhoeven kijken. En dan moet je soms tussen Buggenum en Genk durven te kijken. Dank u wel. En ik moet toch met Connie Palme en Marcia Luiten, wij met z'n drieën zijn erachter gekomen dat we allebei alle drie grote fans waren van Irmgard Schmid. Ja.
die over haar tijd in het sanatorium in Horneheide, niet zo ver van Buggenum vandaan trouwens, schreef. En wij wilden allemaal TB hebben, want dan zouden we daar ook over kunnen gaan schrijven. En dan werden we schrijfsters. Of we nou aan lage wal moeten raken om beeldhouder moeten... Anyway, dat is ook een hele mooie, maar Neeldorf. Ja, dames en heren, we gaan naar het eerste panelgesprek. En ik mag twee gasten uitnodigen. We hebben Thomas Vases uitgenodigd, die even de verjaardag van zijn zoon heeft verlaten om bij ons te zijn. Daar zijn we heel dankbaar voor. Hij is hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Komt uit Limburg en heeft onlangs een boek uitgebracht, De DAF van mijn vader. Nou, ik heb al mijn recensies gelezen. Ik kan niet wachten om het te lezen. Mag ik een warm applaus voor Thomas? Ja, en dan de vrouw die ik al heel lang ken. En altijd als we elkaar zien, zeggen we, hey, Maatje. En als dat gebeurt in de kamers van de Nederlandse Eerste Kamer Senaat, kan ik u vertellen dat de ambtenaren rondom mevrouw de minister even slikken van, wat gebeurt hier? Wordt er wel met respect over onze bewindsvrouwen gesproken? Volgens mij is hey, Maatje echt onze geuzennaam. Mag ik een warm applaus voor Liliane Ploemen? Ja, en u kent Liliane natuurlijk als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Inmiddels vicevoorzitter van de PvdA-fractie, las ik op de Instagram van Lodewijk. Maar hier vooral volgens mij als iemand met meer dan een warm hart voor Limburg. Ja. Thomas, Liliane, we hebben het over grenzen, we hebben het over Limburg. Doe eens even associatief. Wat is Limburg? Hey, je zit in de trein en ik ben, ik ben een buitenlander. Ja. En we spreken gewoon wel even Nederlands met elkaar. En als je dan moet vertellen wat Limburg voor je is, Thomas. Wat is Limburg voor je? Ja. dat is in de eerste plaats de plek waarmee ik me in toenemende mate verbonden voel. Omdat ik... Ik heb een verleden zoals heel veel mensen als migrant, als een jongen die als eerste van zijn familie in staat was te gaan studeren in de grote stad. En dat verabsoluteerde als een soort heilige plek om te zijn. Daar worden de echte grote verhalen verteld en de provincie is iets om van weg te willen. En dat is natuurlijk een hybris die je op latere leeftijd langzaam loslaat. En dan wordt Limburg... die prachtig mooie plek waar je vandaan komt. Mijn verhaal lijkt verdacht veel op dat van jou. Ik was het eerste meisje in mijn familie dat kon gaan studeren. En ook ik nam toen in de jaren, eind jaren 70 heel graag afscheid van wat ik een heel burgerlijke stad vond, Maastricht, waar het alleen maar om uiterlijkheden ging. Dat vond ik toen. En langzaamaan ben ik natuurlijk, net als Thomas, denk ik, gaan waarderen niet zozeer de volksaard, dat is me iets te cliché, maar de fijnzinnige humor, de melancholie, de taal. Mijn kinderen, ik heb volwassen kinderen die zijn geboren. Daarboven, zeggen wij dan, hè, Rotterdam en Amsterdam. Daar wonen wij ook al, er zijn 3 en 24 en ik spreek altijd Maastrichts tegen ze. Dus zij spreken Nederlands terug. En ik kon niet toen ze baby waren Nederlands praten. Ik dacht, wat zit ik me dan aan te stellen? Ja. Dames en heren, sorry dat ik... Ja. We hebben een uitdaging. We hebben Abdelkader Ben Ali. Die heeft ons net opgebiecht dat deze avond alleen maar geslaagd is voor hem als hij Limburgs leert. Ja. Nou, een cursus Limburgs is niet zo makkelijk, maar we doen een paar woorden. Ja. Wat zijn nou de woorden die... Oh, hij heeft ook een jonge dochter. Wat kunnen we hem meegeven als woord wat jij graag gebruikt bij je kinderen? Een echt goed Limburgs woord. Een chemische punike. Puneke. Puneke, schrijf je het wel allemaal op? Puneke. Ja. En dat betekent? Geef me een kusje. Puneke is een kusje. Mooi. Dat past niet bij een dochtertje. Maar wij zeggen in Maastricht zeg je tegen een klein jongetje, zeg je ga merken. Dat is echt ouderwets Maastricht. Ga merken. Ik leer ook veel.
Ook een koosnaamtje is Kuuske, klein varkentje. Ja, dacht ik ook aan. Ja. Ja. Gaat goed, nou, hè? Klein varkentje, Amber, klein varkentje. Ja, dat is een prachtig mooi woord. Ja. Spreek jij Limburgs met je zoon? Nee. Of tegen je zoon? Nee, het tragische is, mijn ouders kwamen een paar dorpen bij elkaar uit de buurt vandaan. En die verstonden elkaar niet, dus die zijn Nederlands met elkaar gaan spreken. En hebben mij ook, dus ik heb op de lagere school uit lijfsbehoud Limburgs leren spreken. Maar het is, ik ben niet moedertalig. Ja, ja. En het is zoiets alsof je Engels spreekt. Het gaat, maar het is niet perfect. Ik vind het wel opvallend dat allebei, als ik vraag, wat is Limburg voor jullie, dat jullie de spiegel van de ander gebruiken om jezelf te beschrijven. Maar ik ben toch nog nieuwsgierig naar, heel kort iets over mezelf. Toen ik solliciteerde bij Buitenlandse Zaken, ik kom ook uit zo'n gezin waar ik de eerste was die ging studeren. Toen vroeg de psycholoog bij de psychologische test van, is er nog iets wat je van huis uit hebt meegekregen, wat je in de diplomatieke dienst kunt gebruiken? Mm-hmm. Nou, ik was de enige bij ons thuis die boeken las en met een vork en mes at. Dus ik dacht, dat kan ik niet vertellen. Dus toen zei ik, ja, ik ben tweetalig opgevoed. En toen zag ik die meneer in mijn cv kijken, hoezo is hij in het buitenland gewoond dan? En ik zeg, ja, ik ben, mijn moedertaal is Limburgs en mijn vadertaal is Nederlands. Ja. Hebben jullie elementen uit jullie jeugd die echt Limburgs zijn, die je later in je loopbaan echt hebt kunnen gebruiken? Ja, ik wel. Je mag nog even nadenken. We zijn de geweldige diplomaten natuurlijk. Hè? Dus laten we zeggen, het vermogen om gewoon een hartelijk klein gesprekje te hebben, hè, wat niet heel inhoudelijk hoeft te zijn, maar van de ander denkt, hè, fijn. Sjale Zijver. Ja. Dat goed, hè? Sjale Zijver. Het vermogen om een beetje mee te buigen, niet al te star te zijn. En in mijn geval, mijn vader was melkboer, dus wij leerden, je bent niet minder dan een ander, maar ook niet meer dan een ander. Maar ik heb natuurlijk wel geleerd om, laten we zeggen, dienstbaar te zijn. Eerst eens even te kijken naar wat die ander wil. Hè, dat kregen we natuurlijk ook mee. En dan te denken aan wat je zelf wil. En dan vervolgens even door te duwen. Dus het heeft me buitengewoon geholpen. Ja. Thomas? Ja, ik ben toch geneigd om een beetje dwars te zijn. Ik ben nog wel met veel Limburgse dingen in gevecht die ik liever niet heb. Ja, mag ook. We kunnen daar even over doorpraten. In 1976 kwam er een universiteit in Maastricht. Ja. Daar is inmiddels wat veranderd. Ja. Daarvoor was Maastricht, waar ik ook vandaan kom, een in zichzelf gekeerde, zeker, bange stad. Die zich beter voelde dan de rest. Maar dat niet was en dat ook wel wist. Daar kwam bij een soort van angstige cultuur van, Doe voorzichtig. Ik vecht daar nog elke dag mee, eerlijk gezegd. Ik voel heel veel, ook uit het publiek, ik kom straks naar jullie toe, spaar het op. En ik heb al een paar biertjes te goed, dus die gaan we dan straks daarna ook nog even opdrinken. Ja, dat vind ik wel interessant, want we willen natuurlijk helemaal geen liefde van Limburg, of wel liefde voor de Limburgse literatuur, maar niet per se Limburgse liefdes. Ik zeg altijd, ik ben weggegaan uit Roermond, hè? En ik liet de druk van de kerk, de druk van de familie en nepotisme. Wie je kent is in Roermond nog steeds belangrijker dan wie je bent. He, dat. Dat herken je. Dat herken ik. Zeker. Ja. En toch, we hebben het ook over schrijven, over literatuur. Ja. Nou ja, wat ik dus heel interessant vind, en dat kwam door het prachtige boek dat net is gepresenteerd. Daar werd eigenlijk een soort theorietje bevestigd dat ik al langer heb. De provinciale literatuur, of de Limburgse literatuur, staat heel erg met de rug naar de provincie. Zeker na de Tweede Wereldoorlog. Dus al die mensen zoals jij en ik die daar weg moesten en wilden, dat waren natuurlijk ook net als eerste intellectuelen in hun familie, de mensen die gingen schrijven en die zich dat literaire heel erg toe-eigenden en omarmden. En die schrijven allemaal verhalen over vertrek en over emancipatie. En die omarmen allemaal die mythe van het Amsterdamse verhaal. Hè? Bijvoorbeeld hoe de babyboom-generatie de jaren 60 heeft verengd tot iets Amsterdams. Alsof ze in Limburg onder een steen lagen. En dat hebben de Limburgers zich eigen gemaakt. Ja. En zijn ze gaan uitdragen. Je mag generaliseren. Ik generaliseer, zeker. Dat mag. Ja. Want je bent zelf het bewijs dat het niet zo is. Tuurlijk. Dus je hebt zelf, op een dag dacht je, het klopt niet. Op een gegeven moment ben je een boek gaan schrijven. Heel veel Limburgse dan dat wordt het niet, de DAF. Ja, Brabants, Limburgs. Ja, Limburg. Het is meer, ik gebruik het feit dat mijn vader trots was op zijn DAF vroeger. Ja. Om de flauwigheid van het neerbuigend doen over al die provinciale dingetjes
Hier gebeurde het, bij het Lievertje. En dat ze ergens nog een auto maakten in een niet-industrieel land tussen allerlei grote wereldspelers. En dat voor elkaar, dat is een wereldprestatie, maar daar werd heel erg op neergekeken. En dat is het perspectief op de provincie. Maar was het dan een beetje... Was het een... Wat zeggen ze ook alweer? Wraak, kun je het beste koud serveren? Dacht je, ik ga er een boek van maken? Nee, het is gewoon een liefdesverklaring aan mijn vader. Oh, het is een liefdesverklaring aan vader. Het is toch psychologisch heel eenvoudig. Ik weet niet precies wat er allemaal in die DAF gebeurde. Dus, je zegt, de Limburgers die zijn gaan schrijven... zijn eigenlijk met de rug naar Limburg gaan staan. Nou, maar jij bent teruggegaan naar Limburg. Nou, ik heb dat dus ook mijn leven lang gedaan. Maar op een gegeven moment zie je ook van... ja, maar wat is dit voor flauwekul? Wat Joep net vertelt. De dynamiek van zo'n als perifeer ervaren omgeving... Die is interessanter dan de nationalistische mythes... Die wij hier centralistisch vertellen. Maar zoals wij hier zitten... zijn wij volgens sommige Limburgers... Nou, ik wil niet zeggen landverraders, maar wel spijt-Limburgers. Oh, echt waar? Ja. Spijt-Limburgers. Kijk, ik ben... We zijn weggegaan en we hebben het land achter ons gelaten. Ja. En we zijn spijt-Limburgers. We hebben gewoon de prachtige taal, alles achtergelaten. En nu denken wij zeker dat we het... Ik zeg echt even wij. Ja, dat wij terug kunnen komen en kunnen zeggen hoe het zit. Herken je dat? Oh, nee, helemaal niet. Misschien komt het omdat ik vanuit Maastricht naar Rotterdam ben gegaan. En daar, laten we zeggen, mijn... aangeboren directheid heb kunnen vervolmaken. en dus ook, laten we zeggen, dit soort dingen... Ik herken dat helemaal niet, nee. Nee, maar het komt misschien ook wel, Petra, omdat... en dat heeft volgens mij ook wel te maken met... dat gevoel van eerst afscheid willen nemen... en dan nu toch ook weer graag terugkomen. Het heeft natuurlijk ook te maken met hoe je naar je vader en moeder... en naar je familie kijkt. Als je 17 bent, dan was dat in onze tijd iets waar je weg van wilde. En als ik nu terugdenk aan mijn vader en moeder... dan zie ik ze zoals ze waren. Ja. Mensen die in een tijd waarin ontzettend veel veranderde... waarin de mijne hadden alleen maar lagere school... waarin ze echt niet wisten... welke paden hun kinderen gingen, die dat allemaal wel hebben laten gebeuren. En daar ook heel trots op waren. En dus volgens mij heeft dat ook wel te maken met dat gevoel van teruggaan. En ik kom met enige regelmaat in Maastricht. En ik realiseer me dan ook dat er in Maastricht dingen gebeuren waar ik niks van weet. En waar ik ook geen onderdeel van ben, omdat ik er maar af en toe ben. Maar ja, ik hoor er wel thuis. Ja. Thomas, jij... hebt een boek geschreven, misschien wel met dezelfde emotie die Liliane nu beschrijft. Die zegt het als een liefdesverklaring aan mijn vader. Vertel kort, waar gaat het boek over? Nou, het boek probeert een cultuurgeschiedenis te zijn. De DAF van mijn vader, hè? Een cultuurgeschiedenis van de naoorlogsperiode, maar dan niet vanuit het gebruikelijke perspectief... dat je de grote helden van de geschiedverhalen volgt, maar iemand die eigenlijk in de geschiedenisboeken niet voorkomt. Namelijk de producent van die DAF... daar in het zuiden, een zekere Van Doorne... waarover heel veel te vertellen zou zijn dat ik niet gedaan heb. Maar het is interessant om te kijken hoe zo'n persoon... die we eigenlijk niet zien als een van de founding fathers... van de huidige samenleving... hoe er allerlei verhalen rondom dat fenomeen, die DAF, dat object... cirkelen die... Die de onderkant of de achterkant van de geschiedenis tonen. En waar zit jouw vader in dit boek? Nou, mijn vader is in zekere zin de achterkant van de geschiedenis. Omdat ik altijd gedacht heb dat ik met het verlaten van mijn ouders... een stap vooruit en een stap omhoog ging. Ik betrad een hogere cultuur die zoveel hoger was... dat die ver boven de provincie uitsteeg. En dat is ook altijd in mijn leven bevestigd. Noem eens een voorbeeld, hoe is dat bevestigd? Door anderen of door jezelf? Dat ken je. Kom je uit Limburg? Ha, gezellig. Ja. Of, dat kan je niet horen. Het goed dat je daar weg bent. Dat wordt bevestigd. Je voelt gewoon... Ja. Je hebt zelf ook dat idee. Ik heb ooit een boek gelezen over mensen die 15 jaar ouder zijn dan ik... maar die hetzelfde meemaakten als ik. Namelijk... vanuit de provincie naar de grote stad... en daar je de wees gaan uithangen. Hè? De onbestorven wees, als dat een woord zou kunnen zijn. Je hebt nog wel ouders, maar dat negeer je. Want en die hadden allemaal dezelfde ervaringen als die ik ook had. Alsof dat een heldendaad is. Alsof je daarmee
jezelf emancipeert. En je emancipeert je wel in allerlei opzichten, maar dat komt niet omdat je eindelijk uit die verrottige provincie weg bent. Ja, ik zie jou knikken. Ja, ik moet denken, een jaar of 20 geleden was ik in Maastricht en was ik te gast bij, ja, ik zeg altijd de ROZ, maar het heet LOL1, op de radio. Ja, en, ja, dat is... Sorry, ja. Radioomroep Zuid. Ja, ja, ja. En ik werd daar geïnterviewd, natuurlijk in het Nederlands. En na afloop kwam er een mevrouw naar me toe en die zei in het Maastrichts tegen me: en gepraat zo goed Nederlands. Ja. En dat is precies dat wat jij beschrijft. Ja, ja. En dat bedoelen mensen als ze zeggen: je bent Spijt-Limburg. Spijt-Limburger, je verloochent je afkomst als je ABN spreekt en dat soort dingen. Maar dat is ook geen interessant perspectief. Nee. Dat is net zo oninteressant als het Amsterdamse perspectief. Ja. Zo is het. Ja. Liliane, je bent politica. Je hebt het kabinet opgeroepen dat ze het beste uit Limburg moeten halen. Zo is het. Zo is het. Nou, dit is je reclamemomentje. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, ik moet zeggen, ik was Annemarie Pen, die hier zit, de burgemeester van Maastricht, zal er vast wel meer ook over vertellen. Want zij was degene die, laten we zeggen, de bal een schop gaf. Waar we het net over hadden, Limburg is vanuit Amsterdam en zeker vanuit Den Haag onderdeel van de periferie. Tuurlijk, het is onderdeel van Nederland, maar het blijft een gebied waarvan men niet vanzelfsprekend ziet wat de kansen zijn. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat Limburg, maar dat geldt overigens ook voor Zeeland, voor een deel ook voor Groningen, dat vanuit Den Haag niet als men denkt: god, we moeten ook nog iets doen voor de provincie, of er moet nog geld voor cultuur naar de provincie. Het is gewoon Nederland. En dus dat perspectief moet echt veranderen. Kijk, ik ben zelf opgegroeid in Biesland, dus vlakbij Sint-Pieter. En dus tussen de grenzen in. Ik weet niet beter, je kon naar de grens lopen. Ja. Op zondag gingen we met mijn oom, als de boter goedkoper was in België, gingen we boter daar halen. Daar gingen we smokkelen, zei mijn oom. En dan deden we dat onder de autobank. En dan moesten bij de messentrekkers, welkom bij ons. Ja, niet bij Klein-Tanij, want dan kreeg je niks. Maar in Vroenhoven of in Cannes. En dan moest je, dat was een echte douane met douaniers. En dat idee van die, dus wij gingen nooit op vakantie. Ik ben echt tot mijn 18e nooit ergens geweest. En toch had ik het gevoel dat ik onderdeel van de wereld was. Want je liep de grens over en dan spraken ze een andere taal. Frans, Duits, allerlei dialecten. En dat besef dat je onderdeel bent van een groter, Europa. Ja, dat zouden ze in Den Haag toch beter moeten begrijpen. Want nu wordt de provincie heel vaak geproblematiseerd. Hoge werkeloosheid, problemen met grensoverschrijdende criminaliteit. En je zou eigenlijk moeten denken: wat kan Limburg ons brengen? En wat moet je als regering in Den Haag doen om dat ook te helpen realiseren? Ja, toen Marcia Luijten en ik hier anderhalf jaar geleden een prachtig festijn organiseerden over het geluk gelijk van Limburg. Hè? Wat kan de Randstad van de rand leren? En toen hebben we ook gewoon geclaimd: de verandering komt ook vaak van de rand. Want het centrum is zo met zichzelf ingenomen dat ze niet zien wat er gebeurt. Jij begint te lachen. Herken je dit? Ja, dat herken ik. Want we gaan afronden. Literatuur, het Limburg, de DAF van mijn vader. Word je nu ook uitgenodigd om Groningen daar lezingen over te geven? Nee, in het geheel niet. Het beperkt zich tot de zuidelijke provincies en Amsterdam. Dat Amsterdam is wel prettig voor mij. Nou, Marcia Luijten heeft hetzelfde gehad met het geluk van Limburg toen ze de Brusselprijs kreeg, toch? Ja, Brusselprijs. Ja. Toen kreeg ze, en omdat ze natuurlijk Buitenhof presenteert. Maar wat is het universele aan het verhaal van de DAF van je vader? Dat universele is dat dit voor heel veel jongetjes uit de provincie geldt. In die zin is het ook geen Limburgse kwestie. Ja. Er zit wat Limburgse couleur lokaal in mijn verhaal. Maar in veel provincies is dit perspectief op het centrum zo. Dus mensen, als er nou mensen zijn met connecties in Groningen en Friesland... Uitermate lezenswaardig boek. Mag ik een warm applaus voor Liliane en Thomas? Dank je wel. Veel plezier op de verjaardag. Ja,
Ik zeg trouwens tegen mijn dochter altijd, dat is mijn favoriete woord. Ik heb ooit nog aan Hans van Mierlo gevraagd of Connie hem had geleerd wat schravelvutje betekent. Ja, ja, weet je wat? Iemand die een woelratje. Een woel, toch woelratje, schavelvutje, kan het? Wiebelkontje, zoiets. Nou, ik ga met... jullie voelen al, ik begin een beetje poëtisch te doen. Niet dat ik daar iets van af weet van dichten schrijven. Gedichten schrijven, dat weet onze volgende gast wel. Heel leuk om je te ontmoeten. Sascha is dichter, schrijver van romans, geboren Limburger. En ze gaat iets vertellen over haar band met Limburg. Graag een warm applaus voor Sascha. Ik ga twee dingen doen. Eerst een inleiding op het stuk poëzie dat ik ga voorlezen. Maar voorafgaand wil ik me verontschuldigen voor mijn fanloos. Er is altijd namelijk Nederlands tegen mij gesproken. En daar ben ik tot op de dag van vandaag boos over. Dus ik heb altijd fanloos tegen de kat gesproken. En dat niveau zal het ook ongeveer zijn. Mijn cartografisch verlangen. Ik geloof toch dat ik de leeftijd heb bereikt waarop deze bril... Ja. Mijn cartografisch verlangen. Ik ben van Jansen, dat wil ik wijten. En ik ben Gruut, dat ik zo mag heiten. Alexandra Anna Petra. Geboren op de uiterwaarden van de Maas. Daarna via de Waal, de Rijn. 8 verhuizingen in mijn kinderjaren. 30 jaar geleden naar deze stad Amsterdam gekomen. De stad die nooit van jou wordt. Al leef je er naartoe, kneed je je naar die stad... Net zoals je je naam aantrekt. Aap, roepnaam Sascha. En ik ben Gruut, dat ik zo mag heiten. De volgorde van mijn doopnamen een vaderlijke vergissing. Van aap zijt gij, tot aap zult gij wederkeren. Deny thy father and refuse thy name. Or, if thou will not, but be sworn my love. Mijn vader stierf en ik schreef voortaan gedichten. What's in a name? Lim. Komen we uit het leem, het slijk, de modder? Heeft de leem identiteit? Is het identiteit? Is identiteit iets wat je kunt kneden, vervormen, naar een andere plaats kunt brengen, verstoppen, pletten? Heeft het maaswater identiteit? Een fluïde? Een zich herhalende, terugkerende? En wat dan nog? Is het water ook van u? Niet alleen van mij. Zie je een afdruk van de beweging van de rivier in de rimpels rond mijn ogen? Zit het landschap in mijn vingers? Wangen mijn wangen venloos in mijn wangen, anders dan Tegelse of Heldense wangen? Weerspiegelen mijn ogen mijn kinderkamer, waar 's nachts Jezus aan zijn kruis naar binnen stommelde? Herken je mijn godsdienstwaanzinnige oma en mijn gedichten, die me voor mannen waarschuwde, huiende kop, stront in de derm? Wordt u doodmoe van mij vragen? Is dat mijn identiteit? Dat gevraag? Uw moeheid van mij? Schele wazel en krom, zegt mijn mooie moeder. Ik zal het dicht verklappen. In mijn gedichten trek ik mezelf het mondbakkes van het gezicht. Want dichten, dat wil ik wijten. In mijn verzen ben ik pleiten. Want je krijgt bij geboorte niet alleen je doodcadeau. Ook het zijn wordt je in de schoot geworpen. Een probleem waar je op welke gronden dan ook mee verknoopt raakt. Die Gordiaanse knoop die mij tot maken noopt. En ja, het dichten redt mij. Niet het stellen van vragen. Men denkt dat een kunstenaar daar blij van wordt, van vragen stellen. Nee, ook een dichter wil keiharde antwoorden, net als u. Daarom bent u toch hier? En dat is de kern van haar identiteit. Wie is zij? Waar komt zij vandaan? Waar moet zij naartoe? En voor ik het stuk Ginnungagap voordraag uit mijn laatste bundel Happy, over hoe mijn liefdesverdriet sleet doordat ik steeds dezelfde wandeling langs de Maas maakte, die wandeling bij me houdt, een uitgeknipt stuk land waar ik troost uit put om weer andere wandelingen te kunnen gaan maken, om wat dan ook te slijten, vertel ik u dat het niet gaat om het land waar je vandaan komt, maar om hoe je het bezet, uitknipt, meeneemt, fabuleert en in andermans hart en eigen hart steekt. Het dichte oliet knoop. Maar niks romantisch aan hoor. Ik doe het voor u, zodat u er ook iets aan heeft. Voor uw eigen vragen.
Een mens is eenzaam genoeg. Wat u? Nou, dat was de inleiding. Nou ja. Nu dus het stuk. Ja, mijn zoon zegt dat ik Ginnungagap moet zeggen. Dus er staat Ginnungagap. Het begint met een knoop. Het geslacht van de duizendknoop strekt zijn tengels en geslagen blad uit over het land waarin het vroege voorjaar plasticvelden razen. Een zeegeluid als in de Augsburger poepenkisten. Populieren lang in de rij, ze ratelen naar het miljoenen jaren oude water. Ganzen, meeuwen, kleine vogels op de uiterwaarden. Een stuw die de Maas op diepte houdt, zoals de kloosters hun dienaressen. Het veer van Barlo naar Stijl, eerst signaal geel, maar vandaag kinderlijk blauw. Van Knopendorp naar Kloosterdorp. In de middeleeuwen oversteekplaats voor handel met het Roomse Rijk. Kauwen in slaapvlucht tussen de torens van het Heilig Hart. De omgeving is vloeibaar, bijna vijandig met mij als naakte pion die haar hielen uit de scherven ligt. De rivier een grenslijn, de kaart is het gebied. Ik wandel niet, ik loop en volg de grond onder mijn voeten. 51 graden, 19, 52,8, north, 6 graden, 06, 31, east. Begin en einde is de tempelpoort van Tajiri, een verstrengeling van platte linten gietijzer. Ik hoef nergens aan te komen, ik ben er al, maar klem het papieren land in mijn hand. De nuldimensie van mijn verdriet jaagt mij naar buiten. Moet ik de punt opblazen als een inktdruppel op papier en van de ontstane vorm een plattegrond maken, dan heb ik geen schaalstok nodig. Een gewone lineaal voldoet bij een schaal van 1 op 1. Of beter nog, van 1 kilometer op 1 kilometer. Alles wordt geplet met donkerte wanneer ik de kaart uitrol. Terug in de Ginnungagap. Gapende afgrond die geen ruimte inneemt en al bestond voordat alles een lengte had. Uitvouwbaar werd, net als ons denken over niets. Hoe ik uit het huwelijk gesneden word, de kamers uitgeschopt, voorbij de stokrozen. Hoe ik achterblijf aan de muur in een oliezwarte jurk tussen de zeeslagen op de Noordzee. Mijn lichaam vuil, ik heb verraden. Alleen in Kwipu wil ik het onbegrensde, statische liefdesverdriet kwijt. Maar wat weet ik van dat knopenschrift? De torii van Tajiri hangt over een uitsnede in het land en eert met de overhands gevlochten Shimanawa de natuurgoden die in het geluid van water en wind schuilen. En beschermt het dorp. Geen blote plek meer in een bos zoals eeuwen terug, tegen kwaadaardige geesten die de rivier uit het winterbed trekken, haar mond opensperren en doen braken. Maar hij houdt ook de doden in de aarde, mijn grootouders en Tajiri's jonge vrouw Ferdi. Ze maakte steeds grotere bloemen tot ze stierf in haar kasteelbad. Balre, balder, balo, bolder. Op een zinderende julidag ontzenuwt mijn man mijn dingen. Boeken met duizenden gedichten waarvan ik niet afkom. Die Italiaanse tafellamp die de mijne melkachtig bezoer. Een tafel van kersenhout, twee stoelen van Tonet, ordners met mijn naam in zijn handschrift waaraan je een manier van bewegen herkent. Dunne lijnen met soms een scherpe uithaal, maar tegelijk compact. We drinken een laatste torres. Roze-rood als de bakstenen uit de rivierklei die nooit verkleuren. Een cartografische liefde. Ik ben mens genoeg. Ik verlang naar de Maas die mij baarde. Ik wil haar als een waterdruppel op mijn tong. Teruggaan naar ons begin. Maar de vierde dimensie houdt zich stil. Van punt naar lijn om een vorm. Een scherf die het meeste lijkt op Hirta. Een vulkaaneiland in de Atlantische Oceaan. Ongeveer even klein als het gebied dat mijn scherf in werkelijkheid voorstelt. Hirta. Westland in het Schots-Gaelisch, doods in het Keltisch, hecht in het Oud-Noors. Veel vogels. Het enige roofdier, de zwaarmoedigheid.
In de vorm zie ik met enige moeite een hert. Door mijn wimpers even een springend hert, als op het wapen van Barlo. Zinnenbeeld voor Christus, niet mijn verlosser. De samenhang duizelt, de lijnen en hun betekenissen. Ze maken van de knoop een kogel, maar ik ben het zelf die ze verknoopt. Meer lopen, ik moet lopen, mijn botten uitknijpen, mijn bewustzijn laten verdampen. Verdriet als handeling. Ook de Maas vlocht aan beddingen in dalbodems. Sneed zichzelf uit eigen puin van zand en grind, strekte armen uit waar ze kon. Maar rouw laat zich minder goed temmen, de rug toekeren, van richting veranderen of tot voorwerp maken. Niemand die mij milder stemt, zoals de mens de rivier, die haar water bij een hoge stand meer kan laten uitstromen, jonge alen krijgt, de paling is verdwenen. Vistrappen om haar vissen tegen de stroom in te laten zwemmen, beken worden krommer gemaakt zoals ze vroeger kromden. Langzaam weekt het gebied zich los uit 11 knooppunten. Ik benoem ze. Ze draaien zich naar me toe, helderder dan ooit. De watermolen bij de Sprunk, de oude wijvenknoop vanwege de zwakke verbintenis met de Maas, Tajiri's Granny's Knot, huizen ooien met de Sint-Anna-kapel waar eerst een hagelkruis stond. Niemand wordt nog gezegend met het Allerheiligste, de monstrans. Jezus aan het kruis, in de goede week een paarse sjaal om de langmoedige hals, een witte op Paaszondag. Paarden met hun gladde vel. De Maria-blauwe lucht raakt de velden vol mais en kool en rabarber. Dan de hoge ratelpopulieren met hun opgaande armen, brede kronen en grijze bast van de kami die me toezingen. De scherf laat ik in het water achter. De pont brengt me naar de overkant, naar de roze slotzusters, om de eeuwigheid te zien. Tot ook zij weer water worden. Dankjewel. Dankjewel, Sascha. Ja, ik zei al, ik weet niet precies of ik hier de reisleidster ben, maar naar jouw gedicht luisterend voel ik me reizend door het Limburgse land en de pontjes die me zo dierbaar zijn, maar ook de lijnen van de provincie, de langwerpige, lange provincie. Ik zie Liliane knikken. En het past heel mooi bij het volgende gesprek, waar we met elkaar gaan kijken naar Limburg als plek. Als centrum misschien ook wel. Als centrale plek. Juist vanwege die lange grens. Limburg als misschien wel het balkon op Europa, zoals het zo vaak wordt gezegd. Soms kun je niet om de clichés heen. Want soms zijn clichés gewoon prachtig. En daarom zou ik willen uitnodigen Annemarie Pen. Ze zei net tegen mij, ik ben hier niet als burgemeester. Ik ben benieuwd als wat dan wel. Maar ze is ook burgemeester. Wil jij daar gaan zitten? Dan? En ik ga jou gewoon toespreken als oestet, professor. Ik heb het gezien. Je hebt het echt ontzettend ver geschopt. Je bent professor geweest in de plekologie, plekkunde. Hoe noem je zoiets? Plakkologie. Pleinprofessor was hij in Delft. En ik ben heel nieuwsgierig wat Abdelkader Benali ons te vertellen heeft over plekken en pleinen in onze provincie, in de provincie Limburg. Graag een warm applaus ook voor Abdelkader. Want ik zag in een artikel, of ik las een artikel in De Trouw, dat jij ook met jouw studenten uit Delft naar een plein in Maastricht ben gegaan. Neem ons eens mee met die groep. Hoe ging dat? Is dat de aanleiding voor de uitnodiging geweest? Okay. Volgens mij zitten er heel veel overeenkomsten tussen jou en mij, maar dat gaan we later over hebben. Het aardige van Maastricht is natuurlijk dat het een hele open stad is, makkelijk bereikbaar. Een door en door geglobaliseerde stad. En maakt het natuurlijk ook heel aantrekkelijk om dat in te pikken. En Lodewijk de 14e. Heeft in de noordelijke Nederlanden, zuidelijke Nederlanden, zijn ogen gericht op twee steden. Namelijk Brussel en Maastricht. Die heeft hij belegerd. En dat heeft hij wel echt serieus aangepakt met de beste militaire technieken van die tijd.
En Brussel was lastig, maar Maastricht was eigenlijk een makkie. Omdat het gewoon, het lag in dat dal en je kon op een heuvel staan. En hij is toen gaan schieten. Dat weet ik allemaal, omdat ik in Maastricht met die studenten ben geweest. En waren op het Vrijthof. Een aantal andere pleinen. En daar is ons door een stadshistoricus, kan ik niet op zijn naam komen, geweldige vent. Heeft ook een boek geschreven over de pleinen van Maastricht. Dat verhaal van Maastricht vertelt. En wat ik zo leuk vond, was dat hij niet alleen heel goed kon vertellen en ons ook Limburg, Maastricht in het bijzonder, in zijn tijd, de rol van het plein. Maar dat hij vertelde dat het aanzien van het plein, het Vrijthof, het is nu een plek waar er gebeurt van alles. Carnaval, André Rieu staat er wel eens met een nepkasteel. Maar dat aanzien van dat plein is vrij recent, want hij liet ons ook foto's zien van het Vrijthof in de jaren 70. En toen was het een parkeergarage, ja. Ja. Als je dat ziet nu, dan denk je, jee, ja, waar zaten ze met hun... Maar als je andere pleinen erbij pakt uit de jaren 70, het kan het Museumplein, het Leidseplein, maar ook de mooie pleinen van Italië, waren allemaal parkeerplekken. En je bent ook niet zo'n hele grote fan van de pleinen uit je eigen stad, hè? Schouwburgplein wordt het, je ook heel het Schouwburgplein is natuurlijk subliem in zijn lelijkheid. Daardoor zal het overleven, helaas. Ja. Maar wat ik wil zeggen is eigenlijk, dat sluit een beetje aan op het verhaal van vanavond, is dat we in een soort van herwaardering zitten van onze kleine geschiedenis. En ik denk dat pleinen daarin, dat pleinen laten zien hoe die herwaardering werkt. Stijn Huis van het Bonnefante Museum heeft het altijd over het verborgen kanon. En ik merk zelf hoe spannend het is om mijn eigen herkomst en mijn eigen plekken van vroeger weer te herontdekken. Annemarie, als je nou Abdelkader binnenkort op bezoek krijgt en hij weer als... Je bent geen pleinprofessor meer, hè? Nee, maar er zijn andere redenen om naar Maastricht te gaan. Ja, rennen en zo. Rennen en... Ik heb er wat goede vrienden zitten. Stijn Huids van het Bonnefante Museum ken ik persoonlijk. Die is bezig ook weer om dat museum internationaal te maken. En dat doet hij op een geweldige manier. Ja. Goede vriend van mij is echt een Maastrichtse schilder. Sidi Alkarshi. Goede vriend van mij, van wie ik soms wat kunst mee naar huis neem. Dus ik kom er geregeld. Ja. Dan ben ik eigenlijk benieuwd in het kader van het verborgen kanon en de verborgen plekken. Wat is voor jou een plein in Maastricht waarvan je zegt, nou, eerlijk gezegd mocht ik het niet delen, want dan gaat iedereen er naartoe, maar de geheime plek? Ja, die vraag komt ook altijd, hè. Ga je voor het Vrijthof of het Onze Lieve Vrouwenplein? Ja, die heb ik niet gesteld. Nee, die heb ik bewust niet gesteld. Ik zeg de geheime plek, want er zijn volgens mij nog veel meer mooie pleinen. Nou, ik vind eerlijk gezegd het terrasje bij de Pieter, bij Café Chic. Ja. Dat is een plekje in Maastricht waar je, dat is eigenlijk onze verlengde tuin, zeg maar. Daar zitten we heel veel. Maar het is helemaal niet zo mooi op zich, maar het ligt tegen die oude walmuur aan. Er is groen en ik weet het niet, er staat een boom en er is iets mee. Daar staat ook dat gebouw waar een stuk uit de muur is, waar nu het archief in zit. Het is een magisch plekje. Ja, en Café Chic, in tegenstelling tot de naam, is helemaal niet zo chic dat je kunt reserveren. Je moet gewoon in de rij staan, iedereen. En dat heeft wel een hele mooie charme. Annemarie, jij hebt in eind november een stuk in de Volkskrant gekregen, ja. Waarin je zegt, het is toch wel echt de hoogste tijd dat Nederland wat verder kijkt dan alleen de Randstad. Waarom voelde je je gedwongen om die noodkreet te doen? Nou, het was min of meer een impuls. We hadden een nieuw kabinet met een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Die nieuwe minister is jarenlang wethouder in deze stad geweest. En toen kwam het bericht dat er te weinig woningen waren in Amsterdam. En toen schreef ze een brief aan de Kamer dat er echt heel veel geld moest naar Amsterdam om daar woningen te bouwen. En toen je dacht was een beetje jaloers. Nee, ik was niet jaloers, maar ik dacht, lieve minister van Binnenlandse Zaken, jij kent je binnenland niet. Want als je nou een huis hebt met plantjes erin en je hebt een beetje water en heel veel plantjes en die hebben allemaal dorst, dan ga je het eerst water geven aan de plantjes die een beetje dorst hebben. Ik neem meestal op met hallo schat, dus zet even je telefoon uit. Dat is misschien handig. Of hallo schat.
Dus ik dacht, hoe laat je dat nou een minister kersvers op een beetje sympathieke manier, maar ook een uitnodigende manier weten dat het misschien goed is dat ze iets verder kijkt dan de Randstad. En ik ben helemaal niet iemand die zegt, dit is een Randstadkabinet, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik heb wel de ervaring de afgelopen jaren, eigenlijk al heel lang, dat als je mensen uit Den Haag op bezoek hebt in Limburg voor je werk, dat je dan een mooi verhaal houdt en er instemmend geknikt wordt. En als ze dan bij Weert zijn en bij de provincie nog niet uit, zijn ze totaal vergeten wat je gezegd hebt. Want op een of andere manier is het dan weer buiten scope. En ik dacht, hoe krijg ik nou een beetje aandacht voor het feit dat, en dan praat ik met name even over Zuid-Limburg, maar je kunt het ook wel voor een deel transponeren naar Midden- en Noord-Limburg, maar dat Zuid-Limburg een plek is waar heel veel ruimte is, waar je nog heel plezierig kan wonen voor relatief weinig geld, waar de balans tussen wonen, werken en leven tip-top in orde is. Ja, we moeten nu even oppassen dat het niet liefde voor Limburg reclame wordt. Hè? Maar ik begrijp nee, maar, heel goed. Begrijp je vraagt, heel maar goed, waar ja. wil ik? Ik wilde die minister laten zien dat zij een heel een stukje binnenland heeft met een enorme potentie om de BV Nederland verder te helpen. En toch... wij hebben voor het DNA van Limburg, de tentoonstelling in het Limburgs Museum, ben ik samen met Lana Nasser, een Jordaanse, Nederlandse, Venloze, Tegelse inmiddels. Ja, we hebben het over identiteiten. Zij is getrouwd met Kees Rulle, de regisseur van de Passiespelen. Hebben we een rondje gemaakt langs de velden over bij moedercentra, bij jongeren, bij universiteiten. Wat maak je Limburgs en wanneer voel je je thuis en wanneer niet? En dan merk je dat de mensen die van buiten komen eigenlijk bijna allemaal zonder twijfel, zonder aarzeling zeggen, ik heb nooit het gevoel dat ik er echt bij hoor. En dat lijkt me toch lastig ook in dit verhaal. Dat er aan de ene kant iets heel exclusief wordt. Ik ben geen Limburger. Maar ik heb me ervan, en ik ben 37 jaar geleden daar binnengekomen, ik heb me vanaf dag 1 thuis gevoeld. Ja. Ook dat verhaal, dat wordt te vaak verteld. En te weinig getoetst bij diverse mensen. Het zijn altijd wel een beetje. En ik vind dat we daar, niet dat dat niet waar is, dat sommigen daar moeite mee zouden hebben. Maar ik ken in Maastricht, waar ik dan nu ook al 27 jaar woon, heel veel Hollanders, zoals ik zelf ben, die daar van begin af aan heel gelukkig gemengd zijn en daar totaal geen last van hebben gehad. Dus ik verwerp dat toch ook wel. Daarom stel ik hem ook, want dan kan jij hem verwerpen. Maar tegelijkertijd, jij zegt van, goh, waarom ben ik uitgenodigd? Ik was heel blij dat je bent uitgenodigd, want ik herken heel veel. Ik volg jou op jouw Facebook en we kennen elkaar ook. En die omarming van de identiteit, de worsteling en de weerstand weerzin herken ik ook best wel bij vrienden van mij die een migrantenachtergrond hebben. Die in die 2, 3, 4, 5 verschillende culturen tegelijkertijd moeten zijn. Je hebt daar je schrijverschap voor een deel ook op gebaseerd. Ja, herken je dit? Ja, nou ja, ik denk dat migrant zijn is geld verdienen aan ontworteling. En daar het beste van maken. En elke migrant leeft natuurlijk met het verdriet van de ontworteling en geeft daar een vorm aan. En dat is natuurlijk, dat is in ons geval leuk, heeft dat leuk uitgepakt. We horen vanavond wel echt de succesverhalen. Ook goed eens een keer. Als je terugkomt op de plek waar je vandaan bent gegaan, ja, dan kan daar een hele matte sfeer hangen. Omdat ze het gevoel hebben dat je ze hebt achtergelaten. Ik heb altijd, als ik naar Marokko ga, naar mijn familie, dan je voelt toch op een gegeven moment een sfeertje van ja, ik kom hier terug, er is veel gastvrijheid. Ik word helemaal ontvangen als een verloren zoon. Maar 3 dagen zit, niet meer. Ja, precies. Het is trot, net vis. Blijft 3 dagen goed. En dan willen ze wat anders eten. Jij moet betalen. En dat is ook in Limburg zo. Want ik heb een paar jaar geleden een hele mooie documentaire mogen maken met een Limburgse uit Heerlen. En toen hebben we gefilmd in het Schunkpaleis. En we zijn naar de Willem I geweest, die oude staatsmijnen. Om te begrijpen, zij was de dochter van een kompel. En zij was van Sloveense afkomst. En wat ik niet wist, en daar kwam ik achter door die documentaire, want het ging over migratie, was dat Heerlen in zijn tijd een hele belangrijke Nederlandse industriestad was. Het was de tweede stad van Nederland.
Marcia schrijft daar mooi over, hè? Het geluk van Limburg, dat ze daar met de bontjassen over straat liepen. Ik ben heel blij. Een heel chique stad. Beste voetbalclub van heel Nederland. Je ziet dus bij jullie generatie Limburgers in Den Vreemde dat er een soort van verantwoordelijkheid wordt genomen om daarover te gaan schrijven, om die blik erop te zetten. Wat ik geweldig vind, omdat tweede generatie Turken, Marokkanen, mensen als Astrid Roemer, Edgar Cairo vanuit het Caraïbische gebied dat ook hebben gedaan. Ja. En dat wordt dan gezegd als migrantenliteratuur. Maar het is iets anders. Het is literatuur van mensen die weggaan en terugkomen en scherp kijken. Ja. Maar wil ik nog één dingetje zeggen. Toen was ik daar en dat vond ik toen met koempels, die waren twee enthousiaste vrijwilligers, die waren mijn wekers geweest. En die vertelden toen dat Heerlen heel rijk was en dat het heel internationaal was. De autodealers van Heerlen, die hadden dan de mooiste wagens in de etalage staan. En het waren Slovenen. Het waren tweede, derde generatie Slovenen. Maar dit waren Heerlenaren, of ik weet niet hoe je dat zegt. Ja. Toen vertelde die ene meneer, die leidde ons rond in een van die staatsmijnen. En die zei, we hadden ook veel Marokkanen in dienst. En die gingen dan de grond in. En ook met de Ramadan vasten ze. En dat vond ik zo mooi, dat hij dat vertelde. Dat hij met die mannen, nou ja, helemaal, zeg maar, ja, eigenlijk als je de grond in gaat, dan sta ik buiten de tijd, hè? En de zonsopgang, zonsonder, het maakt niet uit. Het is al donker. Omgekeerde van daar, IJsland, ja. Ja, en dat verhaal van die man, dat hij het nog zo goed wist, vertelde iets over de etnische mozaïek van die stad en hoe gewoon dat was. Maar als je Heerlen inging, dan was er daar niks van te merken. Daar heerst een hele bedrukte sfeer. En toen dacht ik, dit is het verdriet van Heerlen. Dit is een verdriet over bij een zwaar ooit eens. En nu zijn ze ons vergeten. Herken je dit verhaal, Annemarie? Ja, ik woon niet in Heerlen, maar ik ken wel een beetje de geschiedenis van Heerlen. En ook, ik heb kennissen die daar, net als jullie, vroeger vertrokken zijn. Die op rolduk zaten, netjes opgeleid. En ik heb een vriend en die zat in de klas met 35 jongens. En er is er maar eentje daar gebleven. De rest is allemaal weggegaan. En nu komen ze successievelijk een beetje terug, kijken hoe dat is. En wat je constateert is dat, ja, die mijnen zijn dichtgegooid. En daarna heeft iedereen het maar, iedereen heeft zijn rug toegedraaid en is weggegaan. En ik ben er natuurlijk heel erg blij om, maar Maastricht is enorm verwend toen, omdat het die universiteit heeft gekregen. Maar Heerlen is, dat is echt, of ik zeg liever Parkstad, want het is niet alleen maar Heerlen, het zijn ook de kleinere gemeenten. Dat is echt een gebied waar enorm nu in geïnvesteerd moet worden. Willen we die potentie die in heel Limburg, heel Zuid-Limburg zit met die uiregio, tot zijn volle wasdom laten komen. Daar moet eerst even Parkstad geholpen worden. Het is echt heel droevig. En misschien, ja, het is een beetje een raar detail, maar die vriend van mij is filosoof. Die doet daar ook onderzoek en doet kunstprojecten. En die heeft, er is heel veel slechter in Heerlen dan in de rest van Zuid-Limburg. Bijvoorbeeld, mensen worden veel minder oud daar. Leven ongezond, hè? Dat weten we, dus sporten niet, hebben veel minder seks dan de gemiddelde Nederlander. Ja, dat kan je misschien om lachen, maar dat is heel veelzeggend. En je hebt daar een cultuur van, vroeger waren die vrouwen boven de grond, dat waren de matrones, die waren de baas, de mannen gingen werken. Als ze boven kwamen, dan werden ze geëerd en die werden verzorgd. Maar nu, heel veel mannen zijn daar werkeloos en het zit nog echt in die cultuur dat die vrouwen daar een beetje bitchy doen en de mannen eigenlijk, ja, dat is heel droevig. Ik generaliseer nu, hè? Maar soms mag dat wel, om aan te sluiten op een plaatje misschien. We hebben het inderdaad heel veel over Zuid-Limburg. Ik kom zelf uit Midden-Limburg en daar zijn deze verhalen weer net anders. Maar wat ik wel heb gezien ook is bijvoorbeeld het verhaal van Helden. Helden is een klein dorpje wat nu bij de gemeente Peel en Maas hoort. In 2004, na de moord op Theo van Gogh, wat hier gebeurde, was er in Helden een aanslag op een fietsenkelder waar een moskee in was, of een moskee die in een fietsenkelder was. In elk geval, dat heeft toen CNN gehaald. En die gemeenschap, onder leiding van de Heldense, Marokkaanse, Limburgse gemeenschap, heeft toen samen met een lokale architect,
Het is echt te literair. Ik heb het in mijn boek Terug naar de Wonderberg opgeschreven. De architect heet Engels. En weet je, dan heb je in Helden. Ik bedoel, je kan het bijna niet verzinnen, hè, in een boek. Hebben ze die moskee die eigenlijk een kerktoren heeft. Oh nee, die heeft een minaret, maar die lijkt op een kerktoren. En ik zei altijd vroeger, toen Mustafa Amhoush nog niet in de kamer zat, van de nieuwe Camille Eurlings, die heet Mustafa Amhoush. Ja. En daar waren mensen toch een beetje ongemakkelijk. Ja. Hij is voorzitter van de lokale handbalclub daar. Is hij ook geweest, maar hij zit nu voor de CDA in de Tweede Kamer. En ik kijk toch even naar jou, Abdelkader. Je zegt, ik heb er vrienden. De kunstschilder heeft op een gegeven moment ook de Prins Bernhard Cultuurfonds inspiratieprijs gekregen. Hoe welkom bij ons is het eigenlijk in Limburg? Nou ja, kijk, ik ben door gevaarlijke Limburgers omringd, kom ik achter. Afgelopen 25 jaar. Mijn uitgever is een Limburger, Peter Nijssen. En dat wist ik niet, totdat hij op een dag door zijn vrouw werd gebeld. Bleek ook een Limburgse te zijn. Bleek ook een Limburgse te zijn. En ze begonnen met elkaar in het Limburg te. Ja, ik noem het niet het Limburg, maar de dorpstaal. Of de, en dat verstond ik allemaal niet. En toen hing hij op en toen ging hij weer verder naar ABN. En toen dacht ik, oké, nu weet ik, dat heb je allemaal niet verteld. Limburg is natuurlijk. Ja, ik snap ook waarom mensen als Sidi en migranten zich prettig voelen in een streek als Limburg. Omdat Limburgers hebben natuurlijk van de underdog zijn, hebben ze een way of life gemaakt. En als er nou één groep is waar migranten zich mee solidair verklaren, zijn het wel met underdogs. Dus het is juist ook heel prettig, denk ik, voor een migrant om op zo'n plek op te groeien, omdat het al snel ons tegen de rest is. En dat is denk ik voor een migrant heel prettig. Als je toch zegt van ja, wij zijn anders. Wij praten anders, wij doen anders, we hebben een andere cultuur. Zij zijn stom. Dat is allemaal waar natuurlijk. Dus ik kom er vaak en ik vind vooral de Limburgers die weg zijn gegaan, hè, zoals jij, dat vind ik heel interessante mensen. Is dat een gruwel van herkenning of feest van herkenning? Wat ik zo leuk vind is dat jullie allemaal een soort van warmte uitstralen. Jullie vibreren die Limburgse warmte. Dus ik heb ook een avond naast Connie Palme gezeten. Je gaat ook dronken naar huis. Ja, ik vind altijd wel zo leuk. Ik heb wel eens Connie Palme geïnterviewd. Doet dat heel listig. Die laat zich niet interviewen. Maar die zorgt ervoor, door dat hele Limburgse warme, zo tegen je aanschuiven. Ze kruipt ook in je oksel. Zo van, oh jongen, hoe is het met je? En dan weet je van, oh ja, nu heeft ze me. Want je kan daarna geen vraag meer stellen. Ze rolt over je heen. En dat is heel Limburgs. Dus eerst een soort van oh gezellig, helemaal inpakken. En dan pff, zo wraak nemen op toch 150 jaar complexe verhoudingen. Pas maar op. Nou, dit is wel een mooi linkje naar wat Liliane zei over diplomatieke vaardigheden. Ik denk dat als we dat korps diplomatiek in Den Haag gevangen door Limburgers, dat maakt niet uit. Welke opleiding? Frans Timmermans, Limburgers, nou ja, hoorde het niet. Dat deed hij heel goed. Ja. Nu terug naar jouw ambities voor de provincie. Ik heb een nieuw woord geleerd. Drie staten. De drie tri-state. Ik lees het ook meteen voor. Subbe, Siebe. Ze heet mijn moeder trouwens. Een superregio met een economische kracht die vergelijkbaar is met Tokio, Metropolis, Greater London en Los Angeles Country. Ja, het klinkt mij als muziek in de oren. Kunnen we dat doen met Limburg erbij? Nou, waar het om gaat, ik zal toch eventjes misschien iets duidelijker zeggen. Ja, ik ben in de war. Dat klopt. Daarom vraag. Kijk, de Verenigde Naties die doen allemaal onderzoeken. We weten dat in 2025 70% van de hele wereldbevolking woont in stedelijke agglomeraties. Dat zijn gebieden die verstedelijkt zijn en waar ook groen in is. Dus niet alleen maar blokken beton. Wil je over een paar decennia kunnen concurreren in de wereld met grote stedelijke agglomeraties, dan kom je bij die uit, bij agglomeraties van zo'n 30 miljoen mensen. Dan betekent je iets. Op de ranglijst van staten nu zitten wij in economische groei op plaats 16, Nederland. VNO-NCW heeft met professor Peter Savelberg voorop
gezegd, als Nederland en België en Duitsland in staat zijn om samen in een driehoek van Nederland en dan zeg maar Noord-Rijn-Westfalen en de Vlaamse Ruit, dan krijg je dus een driehoek, drie staten bij elkaar. Als je dat gebied kunt maken doordat je de grenzen slecht, door alle belemmeringen weg te halen, en dat wordt één grote economische motor, dan kunnen wij op plaats drie van over zoveel decennia komen op de wereldranglijst van concurrerende staten. En dan, dat klinkt allemaal heel groot en megalomaan. Slaken van bewondering. Ja. Ja, nee, maar dat is dus. En wat ik nou zeg is dat we dus in staat zijn, als wij de goede dingen gaan doen nu met elkaar, om onze inwoners meer geluk te geven. Meer welzijn, meer welvaart, klinkt een beetje te materialistisch, maar gewoon een fijner leven. En dat kan alleen maar, en dat is waarom ik morgen naar onze minister van Binnenlandse Zaken ga, samen met twee collega's, één uit Heerlen, één uit Sittard-Geleen, om te vertellen dat wij dus dat er een mooie motor is naast de Randstadmotor, want die is er ook om Nederland te ontwikkelen, en die ligt aan de rand van Nederland. Dat wordt ook wel Zuidstad genoemd, of Randstad-Zuid, en dat is Zuid-Limburg, dat ingebed is in een ui-regio met België en Duitsland. Als wij die belemmeringen die de grenzen nu nog geven weghalen, dan kan dat een economische motor worden die samen met wat zich nu rond Eindhoven ontwikkelt, daar zie je het ook, samen met de Randstad ervoor zorgt dat die tri-state gaat ontstaan en wij dus als BV Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan waar wij naartoe willen, namelijk sterk en gezond blijven voor de toekomst. In die verandering van de rand valt mij een hele constructief positieve rol van gouverneur Bovens op. Die toen er in 2015 een enorme ongerustheid in heel Nederland was. Ik wilde bijna enorme instroom zeggen. Dat is niet zo, want ik geloof dat toen de opgave voor Limburg was om 900 statushouders te herbergen, om maar even dat woord te gebruiken. Theo Bovens zei toen, ik kan dankzij nieuwkomers, migranten, vluchtelingen de provincie openhouden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, het is zeker zo dat wij hebben gebieden in deze in de provincie waar ruimte is, waar leegstand is. En wij hebben in Zuid-Limburg 20.000 banen waar we geen mensen meer voor vinden. De werkloosheid is gedaald naar 3%. Dat is gevaarlijk laag. Iedereen denkt wel, oh, dat Zuid-Limburg, daar allemaal werkeloos. Dus wij kunnen we hebben heel hard handen aan het bed nodig om die economie te laten draaien. En dan kan je, er zijn fantastische vluchtelingen bij ons geland. En daar zijn we ook heel blij mee, dat klopt. We hebben het vanavond over de geschiedenis van de literatuur uit Limburg. En ik weet dat jij, als ik dat vrij mag zeggen, heel erg gelooft in de kracht van literatuur als het over verandering gaat. Als het over mensen de ogen openen. Nou ja, Joep had een fantastische inleiding over het pleidooi voor de periferie. Hè? De periferie is eigenlijk het is de plek van confrontatie. Het is ook de plek van crisis. En het is de plek waar de dingen veranderen op een radicale manier. En in dit boek, ik heb er grote stukken uit gelezen. Toen mijn vrouw onze dochter van de crèche ging halen. Toen viel me één zin op. Limburg is eigenlijk een land zonder grenzen. En dat vond ik een prachtige zin. Omdat ik ineens beter begreep waarom dat Limburg eigenlijk ongrijpbaar is voor ons centralisten hier. Wij snappen Limburg niet omdat we het hele idee van grenzeloosheid niet snappen. En dat is daar werk in uitvoering al een paar honderd jaar. En je voelt dat als je er wat langer en wat vaker komt. In het begin verwart het. En op een gegeven moment dan omarmt het je. En ik denk dat wij als Europeanen, we zitten nu in een knetter van een crisis. Wat er in Italië gebeurt, dat is weer naar binnen gericht. Dat is weer nog meer grenzen. En ik geloof dat we er alleen maar uit zullen komen als we de periferie, als we nog meer begrijpen wat die periferie voor ons doet. Terug naar de krachten, ja. Voor het vrij verkeer van mensen, talenten, ja. En meertaligheid. Het gemak van de dubbele identiteit. Een Limburger,
draagt die meervoudige identiteit met zich mee, met trots. En steekt hem nergens onder stoelen of banken. Daar kan je iets van vinden, namelijk, oh, nu kleppen ze met elkaar in het Limburg, niet met mij. Maar je kan ook zeggen van, kijk eens aan, ze voelen zich vrij in hun cultuur. Geweldig. Ja. Literatuur, de kracht van literatuur, lezen. Kan de Nederlandse overheid, het Nederlands bedrijfsleven, het Limburgs bedrijfsleven, daar ook iets aan doen? Want literatuur als cultuurdrager is ontzettend belangrijk. Maar heeft heel lang toch op de achterbank gezeten, of misschien wel in de achterklep gezeten als het gaat over financiering, aandacht, noem maar op. Je bent zelf stadsschrijver geweest in Helmond, volgens mij. Helmond, ja. Is het iets om gewoon jou als stadsschrijver en dan misschien in Venlo of zo een tijdje? Of wil je dat niet meer? Kijk, ik denk dat de... Sorry, misschien wil je een andere stad. Ik vind... je staat eigenlijk twee vragen. Je doet maar een leuk aanbod. Met gesloten portefeuilles. Maar niks uit. Ja, dat is waar, ja. Nee, maar ik vind het wel leuk, ja. Ik zou het zeker doen. Maar nog even terug naar het pleidooi voor de literatuur. Ik denk dat jij en ik en Luiten, al die mensen die lokale geschiedenissen schrijven, die dat als grondstof gebruiken voor dat nieuwe zelfbewustzijn over waar we vandaan komen, dat genereert verandering. Ik denk het bij de politici neerleggen zonder iets mee te geven, namelijk een leeslijst, genereert geen verandering. Misschien toch het geluk van Limburg voor Marsha morgen daarvoor, nog even aan de minister geven. Daarvoor heb ik gewoon te weinig vertrouwen in de leesvaardigheden van politici. Ja. Ik denk maar dat leeslijstje en de literaire argumenten die meekomen met het leeslijstje, die overtuigen op de lange termijn. Soms vraag ik mij af, hè, ook als ik jou hoor spreken en jou, en daar ben ik ook voor ingehuurd om een heel klein beetje niet de advocaat, maar wel gewoon de kritische geest aan te zetten. Weer Theo Bovens, die heeft een keer het verschil uitgelegd tussen chauvinisme en trots. En hij zei, trots ben je op iets wat je zelf hebt gedaan. Chauvinistisch ben je op iets wat de ander aan je toeschrijft of wat met de ander te maken heeft. En ik zit heel erg naar ons te luisteren in dit gesprek vanavond. Denk ik, hoe vinden we nou... Want ik denk dat chauvinisme vaak irritatie opwekt. En dat trots ook een eigenschap is die we in Nederland niet waarderen, maar in Limburg op een bepaalde manier groots uitpakken. Hoe kunnen we daar een balans in vinden? Ja, het heeft ook wel met de taal te maken, want het woord chauvinisme, dat heeft voor ons een negatieve connotatie, in ieder geval voor mij wel. Maar er is nu bij ons in Maastricht een partij Veilig Maastricht, en die zegt iets van democratisch, vrij en chauvinistisch. Die vindt dat heel positief. Die zegt, we moeten goed voor onze mensen, voor de echte Maastrichtenaren zorgen en de taal en de literatuur. We moeten zorgen dat we het Maastrichts behouden. Dat heeft een hele andere betekenis. Ik vind het woord chauvinistisch, dat is gewoon een negatief, want is geassocieerd, of dat komt van, hoe heet die Franse meneer Chauvin of zo, hè, die als een dolle tevreden met zichzelf was en daar allemaal ellende heeft veroorzaakt lang geleden. Dus het is gewoon een verkeerd woord. Dat moeten we. Ik zeg in Maastricht ook altijd, ik wil het niet meer horen. Jullie moeten trots zijn op onze stad. Wij moeten trots zijn op, want daar is alle reden toe. En dat is een prachtig woord. Ook de Amsterdammer moet trots zijn. Je moet trots zijn op wat je in je omgeving met elkaar voor elkaar krijgt. Nu even in de ruilhandel. Heb je nog een kooswoordje? Goed Marokkaans, wat je eigenlijk ingeburgerd wil krijgen in het Limburgs? Ja, nee, nu wordt het allemaal in mij tegen de rest. Nee, helemaal niet, want nee, ik vind dat we van elkaar kunnen leren. Ik ben vooral aan het genieten en van wat ik allemaal hoor en om daar dan meteen tegenover te zetten. Nee, wacht even, dan ga ik je toch even onderbreken. Nee, wacht even, Abdelkader. Volgens mij zit hier een heel erg mooi overlap. Ik praat nu door je heen. Want ik heb namelijk iets. Ik heb een vriend van mij die zag mijn dochter. Mijn dochter heeft van die leuke krullen, heeft ze van haar moeder. En die zei toen, mijn moeder taal is Berbers. Hè. Ik heb Marokkaans aangeleerd. Door naar Mexicaanse soaps te kijken. Maar Wahua Kazelik. Ja, precies. Maar dat heeft eigenlijk veel gezellig in Antonio. Ja. Ja. En,
Maar het leuke is, en toen zag hij mijn dochter en toen zei hij van, toen had hij een heel leuk krullenbol in het Berbers is Moesjepoes. Moesjepoes? Oh, nou dan gaan we toch mooi mee naar huis. Kan dat, hè? Ja. Dus het is bijna Limburgs. Ja. Moesjepoes, ja. Moesjepoes. Ja, en dit is precies toen je me niet liet uitpraten. Ik zeg altijd, als ik Suzanne Zegers het lied Leertje van Mileve hoor zingen. Dan is het ook alsof ik Fairuz Zuruni hoor zingen, bezoek me. En ik denk dat die overlap van hoe het hart open kan gaan, van als je de taal hoort die je van moeder hebt meegekregen. En ja, voor mij is het Nederlands het vadertaal. En ik hou ook, heb ook wel een soort van mijn vader gehouden, maar toch meer van mijn moeder. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Wees morgen heel trots. Zeker. En hou ons scherp. En ik verheug me dat we jou ergens als Plein, professor Pierre Kuipers is ook nog wel interessant om te gaan bekijken als het gaat over plekken. Dan kunnen we nog een reis samen maken. Dat is misschien wel een goed idee. Kuipers in de rest van Nederland. We hebben genoten van Annemarie en Abdelkader. Dank jullie wel. Ik zou heel graag Armand Kremers naar voren willen roepen, want die hebben wij ingehuurd om eens met ons te reflecteren. Nou, ik heb een hele lijst van allerlei dingen. Ik ga gewoon aan jou vragen, waar moeten we? Ja, kom lekker hierbij staan. Ik doe even een beetje lepelen. Je hebt een heel verhaal opgeschreven. Oh, we hebben nog wel een beetje tijd voor. Waar moeten we jou van kennen? Ik ben voorzitter van het LGOG. Dat staat voor het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. We zijn koninklijk. En om daar nog eens een leuke anekdote over te vertellen, hoe vereerd wij waren. Wij zijn koninklijk geworden een vijftal jaar geleden. En toen werd beschermvrouwen toentertijd koningin Beatrix. En Beatrix werd opgevolgd door Willem-Alexander. En wij gingen ervan uit dat dan die beschermvrouw overging naar beschermheer Willem-Alexander. Zoals dat bij alle functies gebeurde. En hier niet, want Beatrix schreef ons een brief en zei, ik ben nu wel prinses, maar ik zou toch graag beschermvrouw van het LGOG willen blijven. En dat is eigenlijk nog veel leuker dan dat je gewoon het predicaat koninklijk krijgt als je zoiets meemaakt. Ja, en verder ben ik wethouder in Maastricht geweest, in de vorige eeuw zeg ik altijd daarbij. En ik ben ook burgemeester in Beek geweest en ja, wat ik nu doe, dat is, dat vragen mensen aan mij en dan zeg ik altijd, genieten van het leven. En dan tikken ze mij zo op de schouder en dan zeggen ze, God amor, heb jij dat niet je hele leven gedaan? Je hebt vanavond geluisterd, wat is je opgevallen? Een paar dingen. Het eerste is, we hebben onlangs, een paar jaar geleden, gevierd dat Limburg 150 jaar volwaardige provincie van Nederland was. Maar mij schoten vanavond ook dingen te binnen dat ik denk, ja, in de harten van de mensen is dat nog veel korter. En een aardige anekdote die ik zelf meegemaakt heb, ik was een keer in Brussel, een jaar of 20 geleden, op het Centraal Station, en daar had je zo'n, waar de treinen naartoe gingen, dat ratelde zo, zoals je dat vroeger ook in Utrecht had. En dat sprong dat iedere keer over waar de trein naartoe ging. En dan gingen de treinen die naar het buitenland gingen, naar Parijs, naar Amsterdam, die stonden in het rood aangegeven. Maar toen was er ook een trein naar Maastricht. En die stond gewoon in het zwart aangegeven. Was dat voor of na Frans Timmermans? Dat was voor de tijd. Nee, maar dat geeft dus even aan dat in de harten van mensen dat wij nog niet bij Nederland behoorden. Er is ook zo'n heel mooi weerberichtje. Die hebben wij gebruikt in ons DNA van Limburg en Geluk van Limburg. Dan zie je de weerman en die zegt dan, nou in het land zit dit en dit weer en in Limburg. Een tweede punt wat ik vanavond ervaren heb en even wat achtergrond. Ik ben een voetballiefhebber. En ik ben een MVV-supporter. En nou moest je vroeger altijd, dan speelde Ajax tegen MVV en dan moest je een toto invullen. En dat was standaard een 1, want Ajax zou dan winnen. En dan
luisterde je zondagmiddag naar de radio en dan ging het eigenlijk niet dat we zouden verliezen, want dat deden we altijd, maar of de nederlaag niet wat erg groot was. Maar in mijn geheugen staat altijd dat in de 70er jaren NVV een keer met 6-3 in Amsterdam gewonnen heeft. En dat gevoel, dat heb ik nu ook. Een derde punt, dat is meer wat inhoudelijkheid en ik worstel daar wel een beetje mee. We hebben het over vervagende grenzen. Ik hoorde net van Benali zegt nog het land zonder grenzen. Terwijl ik toen ik het verhaal van Joep Leers hoorde, ik denk van laten we toch de grenzen behouden. Al was het maar in een immateriële zin. Een vierde opmerking, en dat is meteen het compliment aan de mensen die de geschiedenis van de literatuurgeschiedenis van Limburg gemaakt hebben. Ze zitten hier. Dat die mensen doorgaan. En het prachtigste voorbeeld was van Ben van Meenik die het over haarwinkels had. In feite zetten die haarwinkels nu in de literatuurgeschiedenis van Nederland. En dat vind ik prachtig dat deze mensen dat doen. Een vijfde puntje. Dat... Al het goede komt in drieën, toch? Nee, maar dat is een puntje. Ik probeer natuurlijk ook wat te leren van zo'n avond. Dat ik denk, laat ik maar wat voorzetjes geven. Loes Pronk vertelde dat rond 1900 het Frans en het Duits steeds minder werd. Ik kan je vertellen dat dat de laatste tijd nog steeds verder wegzak. En dat is zo jammer, want dat gaf ons een geweldige voorsprong, die meertaligheid, ten opzichte van wat we nu noemen de rest van Nederland. En ik zou het heel leuk vinden, de discussie die gaat nu over Engels aan de universiteit en Engels aan de Universiteit van Maastricht. Als we het voor elkaar zouden krijgen dat Maastricht echt een internationale universiteit wordt waar Duits en Frans zou gesproken worden, zou dat een verrijking zijn voor de regio waar je u tegen zegt. Ja? Hoeveel puntjes nog? Zesde puntje, dat is maar een hele kleine. Dat is... Volgens mij was dat ook het laatste puntje, toch? Nee, ik had de kleine is dat de rest van Nederland of de Randstad ook ons eens een keer wat moet gunnen. En ik zal je een heel klein voorbeeldje noemen. Ik spaar euro's. En nou worden er altijd aparte 2 euro's uitgegeven met iets aparts. Meestal iets over cultureel erfgoed. Voorbeeld, verleden jaar bestond de Universiteit van Luik 200 jaar en de Belgen hebben een aparte 2 euro uitgegeven. En Nederland verdomt het om een aparte 2 euro uit te geven over het verdrag van Maastricht. En dat is, zeg ik, dat moet, Nederland moet Maastricht ook een keer iets gunnen. Ja? Bij 30 jaar kan dat alsnog. En het zevende punt, dat hoorde ik. Nee, dat hoorde ik toen ik hier naartoe kwam. 7 zondes? Nee, dat was fantastisch. Dat ging over de atlas van de gemeente, van de 50 grootste gemeentes van Nederland. En die hebben eens gekeken naar het cultuuraanbod. Staat op plaats 1 Amsterdam. En op plaats 2 Maastricht. Doe hier, hè? En de laatste opmerking, maar dat doe ik als voorzitter van het LGOG. Ik heb even geteld, we zijn zo ongeveer met 80 mensen. We hebben bij het LGOG 10 kringen, hè, van noord naar zuid. En de kring Maastricht is de grootste. En daar zijn ook meestal 300 mensen. Maar wat kleinere kringen, die moeten het vaak met 50 mensen doen op een lezing. En toen dacht ik, dit is het begin van de oprichting van de kring Amsterdam van het LGOG. En dat zal jij bijgeschreven worden. En dit lijkt me ook een geweldige locatie om dat te doen. Sophie, je hebt iets bereikt. Ja, lijkt me helemaal goed, dankjewel. Een warm applaus voor Armand.
Ja. Ik zit nog even over dat Duits na te denken. Een tijdje geleden zat ik in Roermond in de trouwzaal op het stadhuis met Jet Bussemaker, toen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, maar ook Emancipatie. En toen hadden we het over arbeidskansen voor vrouwen. En toen zei de burgemeester van Roermond: ik zou willen dat het UWV mensen ook toestaat om Duits te leren, terwijl ze een uitkering hebben. En dat duurde wel even voordat het tot deze dame doordrong, hoe graag ik haar ook mag en hoe fantastisch het ook is wat ze doet. En dat is toch interessant om te merken dat vanuit de Randstad zij zei: ja, maar waarom Duits? Ja, omdat over 5 kilometer verder de banen voor het oprapen liggen en met goed Duits je daar echt voor in aanmerking komt. Ik ga even wat dingen ophalen. Ik ga de volgende spelregel afspreken. Je krijgt ongeveer 30 seconden om met de zaal een observatie te delen. Je hoeft niet per se een vraag te stellen. En dan kom ik daarna nog even terug. Dan moeten jullie weer eventjes bij de heren op de eerste rij. Om nog even een laatste woordje van mij te krijgen. Dus jullie luisteren dan even. Dan kunnen jullie je observaties richten naar de... Ja, het zijn toevallig 3 mannen, maar dat is nou eenmaal zo. Van het Limburgs Genootschap, van de UvA, van het Geschiedenis en Literatuur van Limburg. Ik ga even achteraan beginnen. Ik kijk even hier. Is er hier iemand die zegt: ja, ik heb wel een observatie te delen. Ik vraag ook soms vrijwilligers, hoor. Want mevrouw, u zit me aan te kijken van: oh mijn god, vraag mij niet. Kom, wilt u even gaan? Ja, wilt u even komen staan? Ja, deze mevrouw. Kom even staan. Ik ben gewoon nieuwsgierig. U heeft hier de hele avond gezeten. Vertel even, wie bent u? En ik hou de microfoon vast. Nou, ik hou de microfoon vast, oké? Okay? Ik ben geen echte Limburger, maar ik vond wat Abdelkader zei, trof me zeer. En wat was dat precies? Nou, dat gaat er dan over hoe je dus het gevoel ontwikkelt. En dat kan je dan, dat is een vrij algemeen gevoel. En dat gevoel heeft de rest van Nederland, denk ik niet. Ik kom zelf uit Brabant, daar is het ook al minder. Maar ga je, nou, er wordt er wel eens gezegd, dan ga je bij Aster de grens over. En dat verbaasde mij in aanvang zeer. Maar uiteindelijk is het gevoel er toch gekomen. En waarom bent u vanavond hier naartoe gekomen? Ik ben lid van het LGOG. Wat fijn, wat mooi. En hoe heet u? Jeanette Broekamp. Jeanette Broekamp. Ja, dankjewel. Ik ga even kijken. Ja, hier nog, u wilde ook nog iets zeggen. Komt u even staan? Vertel even wie u bent. Ik ben Pierre Spruit. En ik ben ook lid van het LGOG. Ik ben een geboren Limburger. En toch ga ik wat nazeggen. Dat gaat als volgt. Er is geen Limburgse literatuur. Schrik maar. Er is ook geen Nederlandse literatuur. Dan zie je zeker nog meer schrikken. Er zijn hooguit getalenteerde Vlamingen die literatuur schrijven. En de rest telt niet mee. Tel ze maar op, is niet zo. Nou, heb ik vanavond nog wat gezien. U bent aan het zoeken naar wat maakt ons als Limburg nog sterk. Hè? Ze zeggen altijd tegenwoordig in de moderne managementliteratuur: zoek je zegeningen, doe daar wat mee en probeer niet kruif te worden als je er niet voor geboren bent. Je moet je eens afvragen wat Limburgers nou echt goed kunnen. En dan kom ik even ook weer bij taal en literatuur terecht. Mijn moeder kon vloeken vroeger, die kon vloeken als een Limburger. Dat was echt vloeken, daar werd je bang van. Een Hollander kan niet vloeken als een Limburger. Waar zit dat in? In de taal Limburgs. Dus er is geen Limburgse literatuur, er is wel Limburgse spraakkunst en uitspreekkunst, redeneerkunst. En die doet heel wat. Als je kijkt naar Toon Hermans, er is maar 1 Nederlander die taal kan naar zijn handen zetten met 2 woorden, ook als het over niets gaat. Dat is Toon Hermans. Als je dus af gaat vragen wat Limburgers goed kunnen, dan is het dat verhaal. Jullie moeten je taal gebruiken. Jullie moeten meer spreken. Jullie moeten ik woon al zo lang niet meer in Limburg. Wij moeten gewoon de verlegenheid laten varen en gewoon laten zien dat we om die reden hier en daar begonnen genoemd worden. Wij kunnen iets wat de rest niet kan. En je vindt dat ook terug in de manier van spreken. Dit waren 2 keer 30 seconden. Laatste zin. Laatste zin. Wij gebruiken toonhoogte in Nederland. De rest in dit land zwaait en schreeuwt alleen maar. Eén shop, 2 shop, ja. En gevleugelde uitspraak van Toon Hermans, die heeft Suus Segers me verteld: als ik Holland spreek, proef ik sinaasappelsap. Als ik Limburgs kapot, dan smaakt het nog champagne. Ja? Dus dat is een hele mooie. Ik ga even aan deze kant kijken. Zijn er hier mensen die nog een observatie willen delen? Ook hier ga ik vrijwilligers aanroepen. Simon, kom eens even staan. Want we hebben het ook over... Ja, wil je een klein beetje dichterbij komen? Dan sta ik niet op de tenen van de dames. Ja, dit is heel gemeen wat ik nu doe. Wij kennen elkaar, daarom durf ik het. Simon van Melik, ja, er is een familieband. Welke taal ben jij mee opgegroeid? Nederlands.
Wat is dat nu? En hoe kwam dat? Ja, hij voelt zich er nog steeds schuldig over. Dus, ja. Omdat mijn moeder sprak geen dialect. En ik denk dat daardoor dat paste niet in ons gezin. Maar vind ik tot op heden eigenlijk nog best wel jammer. En eigenlijk de enige keer dat ik dialect spreek is als ik heel dronken ben met carnaval. Want dan durf ik het wel. Maar even op de serieuze tour. Ik denk dat jouw vader, hoe lang heeft hij aan dit boek gewerkt? Jaren. Ja. Dus je bent er ook wel een beetje bekend mee? Nou, vooral met het proces dat schrijven heet, ja. Dus dat betekent dat mijn vader regelmatig dan wel via e-mail of via de telefoon liet weten hoe zwaar het eigenlijk wel niet was om dit te schrijven. Maar ook wel weer heel verrijkend, denk ik. Nou weet ik van jou dat je werkt voor Spark, een grote internationale NGO die zich met onderwijs en ondernemerschap bezighoudt. In jouw internationale leven heb je soms nog iets van, oh ja, dat als mensen dan iets zeggen over Holland, dat je zegt nee, ik kom uit Nederland, of dat je trots wordt op het Limburgse op een onverwacht moment? Ja, ik doe eigenlijk altijd zoveel mogelijk mijn best om Limburgs, voor het Limburgs zijn op te komen. En, nou ja, kijk, het begint al in de eerste week dat je in Amsterdam woont en je op de universiteit bent. En iemand, nadat je je eerste paar zinnen hebt gezegd van, god, jij bent vast en zeker de meest gelukkige persoon op de wereld. En vanaf dat moment ja, heb ik het ook als een soort van zie ik het ook als een soort van geuze naam. Want je wordt er voortdurend op aangesproken. En op een gegeven moment heb ik daar ook echt heel veel kracht uit geput. Het interessante is dat toen ik 22 was, ben ik op een gegeven moment in New York gaan wonen. En dus die eerste 4 jaar in Amsterdam, je krijgt de hele tijd horen van je komt uit Limburg, bla bla bla. En toen kwam ik in New York terecht. En vanaf de eerste week kreeg ik daar te horen hoe mooi mijn accent in het Engels wel niet was. Dus dat was een hele interessante ervaring. Dankjewel. G. Reinders heeft een prachtig lied. Ik weet niet of jullie het kennen. Een stomme Hollander. Een stomme Hollander. En dan is die in een bootje op de Hudson. En dan blijkt er ook een dame uit Haarlem te zijn. En dan spreken ze geen Engels meer, maar Nederlands. En dan zegt de mooie dame uit Haarlem meteen, oh, je kunt wel horen dat je uit Limburg komt. En dan vindt hij haar een stomme Hollander. En nou ja, over taal en het buitenland. Ik kijk nog even aan deze kant. Zijn er hier nog mensen die een observatie hebben? Nee, Limburgers zijn heel verlegen. Nee, mensen die van Limburg houden zijn heel verlegen. Ik kijk nog even hier. Ja, u heeft nog een observatie. Kom ik even daar naartoe. Mijn naam is Maurice Rumkens. Waar ik altijd moeite mee heb, ik ben geboren Limburg. Ik kom uit Nieuwenhagen. Het stukje waar de wethouder van Maastricht net wat over repte. En wat wil ik nu zeggen? Dat de hele tijd wordt gesproken over Limburg. Ik heb hem een paar keer horen doorsuipelen dat er verschillende Limburgen bestaan. En dat is iets wat mij, die generalisatie continu over Limburg, vind ik zeer onwetenschappelijk. Nou, ik heb hem geprobeerd door af en toe Midden-Limburg Roermond erin te gooien. Maar de point is well taken. Dat krijg je als je iemand die zegt, ik kom hier niet als burgemeester van Maastricht, maar toch met veel verven. Nee, dat is niet een verwijt naar jou, Annemarie. Maar ik begrijp dat. Ik moet zeggen, dat doen Limburgers zelf ook heel vaak. Ik had op een gegeven moment Hans Teunissen, die nu gedeputeerde is, die komt uit Venray. En ik begin heel enthousiast. Oh, leuk, dan kennen we Limburgs kannen. Nee, jij verstaat mij toch niet. Dus er is ook heel bizar in Limburg zelf, in die categorisatie. En misschien komt het wel omdat het zo'n wormvormige provincie is. Want die lengte die zo mooi in jouw gedicht naar voren kwamen, heeft natuurlijk ook als nadeel. Want volgens mij is het, ik weet niet hoeveel kilometer het is van Maastricht naar Mook. Maar wat is het ongeveer? Nou ja, ga maar eens van Amsterdam 125 kilometer naar het zuiden. Dan ben je ineens in een heel ander, letterlijk en figuurlijk, cultuurgebied. Lou, ik kom even bij jou deze avond. Kom even staan. Lukt dat? Kom even staan. Ja, ik hou ook bij jou de microfoon vast.
Ja. Wat neem je mee naar huis als je straks met de trein naar huis gaat? Dus als ik iets nieuws hoor, heb ik gezegd. Hè? Nou, nieuw was het niet, maar ik heb het nooit zo sterk gevoeld en geformuleerd gezien. En dat betreft dan ja, het feit dat je uiteraard in Nederland leeft, maar dat je dat eigenlijk moet wegdenken. En dat je je bewust wordt van het feit dat je op grenzen leeft, op grenzen van talen, op grenzen van culturen, en dat je je daar ook thuis voelt. En dat tegelijkertijd daar een waarde in zit, een mogelijkheid te relativeren en de mogelijkheden om alternatieven te bedenken en te voelen, die je niet voelt als je in een als een gesloten, begrensde culturele cel zit. En dat is zowel, dacht ik, door Joep, maar ook heel sterk door Annemarie beklemtoond vandaag. En ook duidelijk gemaakt. In feite ook wat meneer daar zegt, laat nou die waarde van dat wat je uit Limburg meekrijgt, juist die begrenzing, niet-begrenzing, laat dat ook wat meer zien nog. Ja, maar daarvoor vragen we ook aandacht. Want die moet er ook zijn. Nou, we hebben heel veel aandacht ervoor vanavond. Dus dat is mooi. Joep, mag ik jou even vragen om nog een observatie met... Wil je komen staan? Of, Kan ik tenminste zien waar ik naartoe praat. Ik heb heel erg genoten van Sascha's gedicht. Met name ook omdat het moeiteloos... Het begrip rooted cosmopolitanism kwam naar voren. Het was heel erg verworteld in een heel specifieke plek. En het was absoluut globaal in zijn culturele toespelingen en in zijn bewustzijn. En wat ik daar zo mooi aan vond, en dat zat ook een beetje in wat we van Abdelkader hebben gehoord, is de gedachte dat je meerdere identiteiten naast elkaar moet kunnen meedragen. En ik vind het heel, en dat was een soort onvrede die mij heeft bekropen in deze avond, dat mensen een soort Hollands exotisme internaliseren. Noem maar een auto-exotisme, van wat zijn wij toch anders dan Hollanders? Nou, waarom dat anders dan Hollanders? Waarom ga je niet met Luik of met Aken of met Palermo of met Buenos Aires vergelijken? Waarom altijd die ene gerichtheid? Daarbij dan ook de vraag, wat moet de literatuur erin? Dat was een vraag die even opkwam. En met name in deze eeuw, die een heel andere literatuur was dan waar de literatuurgeschiedenis over gaat. Een literatuur van na P.H. Winkels. Literatuur moet ons de wereld anders laten denken. Literatuur representeert de wereld, niet de literatuur verandert de wereld in de representatie. En ik denk dat heel veel creativiteit nodig is om, zoals in het gedicht van Sascha, Limburg anders te denken. En niet alleen in een soort, nou ja, tussen trots en chauvinisme ligt ook nog ijdelheid. En dat doe je met spiegels. En je moet niet vaak in een Hollandse spiegel kijken, want dan word je ijdel. Ja, en dat dank je wel. Voordat ik het laatste woord geef aan Ben, dit doet me toch echt denken aan het boek van Amin Maalouf, On Identity. En dat is ook in jouw verhaal, Abdelkader. In Amin Maalouf, Libanees, Frans, Christen, hij zegt in zijn boek On Identity, in het Arabisch heet het El Hawiyat al Qatila, The Murderous Identities. Daar zegt hij, als je mensen vraagt om te kiezen over welke laag van een identiteit voorop staat, of dat nou etniciteit, religie, nationaliteit, geslacht, ras is, dan moet je niet verbaasd opkijken als op een gegeven moment mensen zich alleen nog maar op die laag laten voorstaan. Nou, dat hebben we vanavond niet willen doen. Wat we vanavond hebben willen laten doen is precies die meervoudige identiteit, die worteling in het lokale waar je thuis voelt, maar wel met die open blik naar buiten. Dank jullie wel ook voor alle observaties. Ben, mag ik jou vragen om bij naast me te komen staan, dan nog even het slotwoord tot ons te richten. Ik overval je daar misschien mee. Jij bent heel lang, dus iedereen kan je zien, dus dan ga ik wel hier staan zo. Wat neem je mee? Het ging heel veel over verschillen, maar ik zie eigenlijk veel meer overeenkomsten. Ik kom sinds het midden van de jaren 60 met grote regelmaat in Amsterdam. Mijn vrienden gingen er studeren, ik ging er later studeren. Mijn twee zonen wonen er vanaf hun 18e, 19e. Ik heb me hier onmiddellijk thuis gevoeld. En ik heb het gevoel dat heel veel Limburgers Amsterdam als een soort van tweede biotoop zien. Dus Amsterdam is een internationale stad, zoals Limburg voor een deel ook. Internationaal geaard. Dus die meervoudige identiteit van Amsterdam, dat vind je zeker in dat gebied waar ik vandaan kom. De Mijnstreek, hè, de oude Mijnstreek. Hè, wat die echt een melting pot was, hè, in de vorige eeuw.
waar allerlei identiteiten bij elkaar leefden, vaak niet op een prachtige manier, maar wel met elkaar probeerden te leven. En dat is iets wat, dat is iets overeenkomstigs, wat denk ik toch zeker evengoed het koesteren waard is als de verschillen die eigenlijk, als het erop aankomt, toch vaak heel emotionele gevoelde verschillen zijn, waar je in werkelijkheid relatief weinig mee doet. Als iemand mij vraagt hoe voel je je, dan voel ik me net zo goed Limburger als Rijnlander, als Belg, als Amsterdammer. Dus dat is voor mij helemaal... Ik heb helemaal eigenlijk niets met het je laten voorstaan op het feit dat je uit Limburg komt of dat Limburg zoiets heel bijzonders zou zijn. Het is wel iets en het heeft een literatuur. En die was tot nu toe niet beschreven. En dat hebben wij geprobeerd om dat te doen. En dat heeft een heel dik, interessant, denken wij, boek opgeleverd. Ja, want dat was nog even een vraag aan jou. Want ik dacht, nu gaat hij een reclamemomentje pakken. Als de mensen nieuwsgierig zijn geworden hoe ze dit wapen vol kennis over een prachtige provincie en heel rijke geschiedenis en literatuur, waar kunnen ze het kopen, bestellen, krijgen? De uitgever... Van Tilt zit daar en die heeft een aantal boeken meegenomen. Voor de mensen die de onmiddellijke aandrang voelen om het boek aan te schaffen. Die kunnen... Voor de schone prijs van? Slechts 39,95. Nou, dat is heel mooi. Armand heeft ook een aantal boeken. Dat komt heel mooi uit. Dankjewel, Ben. Ja. Dankjewel. Dames en heren. Ik ga een zeer populaire schrijver citeren. De beroemde Paolo Coelho. Dat is in dit gezelschap natuurlijk vloeken in de kerk, weet ik zeker. Maar in De Alchemist heeft hij toch wel de wijze levensles voor mij. En volgens mij voor velen hier dat je soms verre reizen moet maken om erachter te komen dat de schat naast de voordeur ligt. En ik denk dat we met veel mensen hier zijn die weten, en dat is denk ik ook wel echt de overeenkomst, dat probeerde ik net ook te zeggen, Abdelkader. Ik denk dat wat ik heb geleerd in het Midden-Oosten, dat die gelaagdheid, ook met dialecten en met standaardtaal. En ik wist niets over het Amazir. Ik wist het gewoon niet. Kom ik in Marokko, begin ik vrolijk Arabisch te praten. Nou, dat werd me zo snel afgeleerd in Agadir. Want ineens... En dat respect ook voor die gelaagdheid in taal, in cultuur, in dialect. Die verscheidenheid, die champagne. En soms ook een beetje sinaasappelsap in de ochtend. Die gelaagdheid... ik ben eerlijk gezegd daar echt wel trots op. Laat ik anders zeggen. Precies wat jij zegt, Liliane. Ik ben dankbaar dat ik opgegroeid ben met die extra taal, met die moedertaal. Ook ik heb een heel klein beetje spijt dat ik mijn dochter niet, dat ik niet... Want jij zei inderdaad heel mooi, ik heb tegen mijn kinderen in het Limburgs gesproken. Ja, maar goed, de geschiedenis heeft altijd een hele leuke manier om knipogen te geven. Want mijn dochter studeert nu in Maastricht. En die wordt nu geplaagd met haar Haagse accent. Zoals ik geplaagd werd in Leiden met mijn Limburgse accent. En daar kunnen we met z'n tweeën hartelijk om lachen. En misschien is dat wel een kwaliteit die zeker Limburgs is, maar ook Amsterdams. Dat humor helpt je altijd verder. On that note, ik krijg volgens mij allemaal drankjes van iedereen. Want ik viel eigenlijk wel mee met de mensplanning. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Dank aan Sophie en aan Ronald. Ronald voor de techniek. Zij ook een warm applaus. Dank aan de Bali voor het hosten. En dank jullie wel. Kom goed toes!